Chavanel met een tussenversnelling. Chavanel net voor het Quaremontplein. En hij zet de rest op een lengte of 15. Sylvain Chavanel opent de finale. Chavanel, de luitenant van Bonen, begint eraan op de oude Quaremont. Op meer dan 85 kilometer van de streep rijdt hij alleen weg. En we gaan dan naar de Koppenberg. Chavanel en enkele vluchters vooraan in beeld. Maar wat gebeurt er in de groep der favorieten? Daar gaat Gilbert. Hier Bonen met de Cancellara daar nu al samen. Is dat een voorteken voor wat volgt? Chavanel rijdt intussen helemaal alleen op kop. La Machine heeft iedereen losgereden. En dan op een slecht moment. In de groep der favorieten rijdt Gilbert Lijk. Hij komt terug, maar net dan roeren de grote kanonnen zich op de kassei van de Haaghoek. Hier komt Husshofft. De Haaghoek die inspireert altijd door Husshofft. Bonen daar ook van. Hé, la man. We hebben Chavanel vooraan. Hè. Makkelijk. En hij gaat nu zelf. Bonen gaat nu zelf. Ondanks Chavanel. En hij is daar, hè, Cancellara. Ja. Hij zit in het wiel. Woeps. Plots is hij daar. De twee bonken van vorig jaar. En Cancellara neemt over van Bonen en dan gaat het hard, heel hard. Ze vlammen een paar vluchters voorbij en het is nog niet gedaan, want daar is de Leeberg. Cancellara die even doortrekt, Cancellara die even doortrekt. Cancellara die een meter of 3-4 genomen heeft op de Leeberg. Oeh, la 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 la, op de Leeberg. Is dat zijn uitgekozen, uitverkoren plaats? Bonen weet dat hij naar dat wiel moet en dat hij die 10 meter, dat hij die niet mag laten uitgroeien. Maar dat doet hij goed, dat doet hij voorlopig goed en komt weer aan het wiel. Tom? Volhouden man, ja, we moeten straks oef zeggen. Maar hij is nog niet thuis. Hè. We gaan nu pas naar dat steile stuk op de Leeberg. En dat kost zoveel krachten. En hij is weg, hij is weg. Hij pakt de andere kant en Bonen kan niet onmiddellijk op dat wiel. Wordt een klein beetje gebarricadeerd. Cancellara is vertrokken, hij is vertrokken. Cancellara is weg, iedereen moet passen, ook Bonen. Maar Quickstep heeft een gouden zet gedaan door Chavanel vooruit te sturen. De Fransman kan zijn benen stilhouden tot Cancellara komt aansluiten. En we krijgen zo twee leiders. Cancellara vraagt aan Chavanel om over te pakken, maar dat doet hij wijselijk niet. Het is Cancellara tegen de rest. En bij die rest een volledige hergroepering. Het is bijna de voltallige BMC-ploeg die strijdt tegen Cancellara. Maar ze komen geen centimeter dichter tot grote wanhoop van de ploegleiders. Hij is zo strong. We're looking. It's not possible. It's too strong. He make a breakaway of 60 k's. He's too strong. Oh, Tyler, no riding. You are Tord. Do not ride. Do not ride. Just sit in, rest as much as you can. Do not ride. If it's a sprint for third, it's a sprint for third, but no riding. En het is warm vandaag. Drinken is dan o zo belangrijk. Cancellara vraagt aan verzorgers van andere ploegen een drinkbus, maar krijgt die begrijpelijk niet. De twee vooraan rijden intussen naar de legendarische muur. Iedereen verwacht opnieuw een nummertje van Cancellara, zoals vorig jaar. Maar dat gebeurt niet. Integendeel, plots tikken de seconden weg. 19 seconden, 18 seconden, 17 seconden, 16 seconden, 15. Nuis is daar op links. Daar is Nick Nuis. Alsjeblieft. Ze komen op de hielen. Alles op een piepklein voetje. Daar ja, komt Gilbert. Ja, het is gedaan, denk ik. 30 seconden er in geen tijd van af. Kijk naar de grimas bij Gilbert. Leuke man, goed aan het wiel. En dan ook Nick Nuis en Boon die nog probeert mee te gaan. Wat een omwenteling. Is het niet waar? Cancellara is dan toch geen superman. Hij heeft krampen. Een pak toppers komen terug. Aan de voet van de Bosberg zit 12 man samen op kop. Met onder andere Bonen, Cancellara, Hinkepie, Leukemans, Ballan, Nuis en Fletcha. En daar is de volgende aanval. Gilbert, van aan de voet. En wie heeft er dan nog de reacties naar uit? Wie heeft er nog de fighting spirit om Gilbert bij te benen? Gilbert komt alleen boven op de Bosberg, de laatste helling van de dag. Hij heeft 15 seconden voorsprong met nog 11 kilometer tot aan de streep. En dat is net niet voldoende. Gilbert wordt ingelopen. Alles is te herdoen. Cancellara. Misschien. Cancellara. Er zijn nu Cancellara weer in het zicht van het spandoek van de 3 kilometer. En Cancellara krijgt alweer Chavanel mee en ook Nuis kan net meeglippen. We hebben zo drie leiders en het is nog niet gedaan. Reactie van Fletcha, denk ik, met Bonen. Ja, met Bonen, ja. Nuis, nerveus omkijken. Ziet ongetwijfeld nog niemand komen. Als hij dat nu doet, ziet hij ze wel komen. Fletcha op komst. Ja, met Bonen, hè. Dus. Het is een vreemde sprint, José. Ja, Fletcha die de benen stilhoudt daarnet dan toch en wacht op Bonen. Bonen die nu zelf komt. En op daar komen ze in het zicht van de vaste camera. Met Cancellara op kop. Bonen die er een forse sprint uitperst. Kan hij toch nog op het wiel komen? De Cancellara gaat de sprint zelf aantrekken. Kan Nuis daar nog over? Nick Nuis over Cancellara of Cancellara toch nog winnaar? Daar komt nu Nick Nuis. Nick Nuis gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. Nick Nuis gaat de Ronde van Vlaanderen winnen. Nick Nuis gaat zijn droom waarmaken. Nick Nuis, volhouden jongen. Nick Nuis wint de Ronde van Vlaanderen. Nick Nuis wint de Ronde van Vlaanderen. Nick Nuis wint de Ronde van
Chavanel wordt tweede, Cancellara derde, Bonen is vierde. In de ploegwagen van Nuis met ploegleider Bjarne Ries wordt de overwinning zo gevierd. Heel andere tafereelen bij Quickstep en ploegleider Wilfried Peters. Shit! Twet, zodat jij het echt de kans zal liggen. Godverdomme. Een gemiste kans voor Wilfried Peters. Nick Nuis was natuurlijk heel blij met zijn overwinning. En ook ploegleider Bjarne Ries en zijn ploegmaat van Saxo delen in de vreugde. Hier zien we Nuis ook met zijn ouders terecht heel trots op hun zoon. Na jaren van steun eindelijk de grote zegen. En dit is de vrouw, Evie, zwanger van een derde kind. Zij krijgt de bloemen van manlief. Michel Wuits, hij zit in Kortrijk. Dag Michel, goeie avond. Na een zinderende finale in Milaan-San Remo, nu alweer een prachtfinale in de ronde. Ja, we worden echt in de watten gelegd. Hè. En wat ik vooral onthoud, dat is de machtsontplooiing van Cancellara en dan die brutale omwenteling. En als dan verstand, vernuft en vinnigheid en kracht samenkomen, dan wint Nick Nuis. En ik zei in de slotreportage, in de laatste rechterlijnen voorbij de aankomst, dit is een finale droom die waar is. Want daar zit je al heel lang mee, hè? Dit winnen. Nick Nuis, proficiat. Dank u wel. Ja, het is, het is eigenlijk een droom die uitkomt, dat klopt. Bij de jeugd heb ik hem eens kunnen winnen. En dat deed naar meer smaken eigenlijk. Ik wou het proberen. Ik ben er een keer heel kort bij geweest. En ik wist dan ook wel dat het mogelijk was, maar of het er ooit van zou komen, dat was nog maar de vraag, maar het is zover. Het was een wedstrijd vol onverwachte wendingen. Plots vallen jullie op Cancellara en Chavanel, hoe beleef je dat? Hetzelfde. Het was inderdaad, ik had net doorgekregen dat ze nog 46 seconden voorrijden of zo. Ze waren al echt heel lang erachter ontrijden, ze gingen hard en we kwamen eigenlijk nauwelijks korter. En dan koop op die vesten en we zien weer in één keer die mannen rijden. Ik was ook net opgeschoven omdat ik dacht van oké, misschien dat we met een groepje kunnen wegrijden voor die derde plaats, omdat de verschillen zo groot leken en ineens zie je die mannen daar rijden en dan weet je dat je gewoon terug kan beginnen. En dan komt die intelligentie boven, hè? En dan doe je iedere keer weer het juiste manoeuvre. En dan die sprint, die prangende sprint, want het werd nog close. Vertel dat eens. Ik wist dat we genoeg voorsprong hadden. Dus er kwam wel een beetje druk, maar zo kort bij de meet, als ze komen, is het toch ook gedaan. Dus het was een beetje gokken. Ik had mijzelf lust in derde positie gezien. Chavanel drong me eigenlijk in tweede positie. En toen Cancellara ging, zat echt nog wel wat poeier achter. En ik stond zelf een tandje te klein, denk ik. Het gaat toch lichtjes omhoog daar en dat voelde dus heel hard, na 260 kilometer. Maar toen ik een tandje bijgaf, toen voelde ik in één keer het schot erin komen. En, ik zag ook Chavanel niet direct komen, dus dat wist ik wel, want dat mag ik hier niet meer laten liggen. Maar die laatste 50 meter waren echt hard en lang. Maar de meet was daar, ik wist op dat moment niet goed van, is het hier nu, is dat echt van mij, dat is wonderbaarlijk. Het is van u. Wat is nu de toegevoegde waarde van Bjarne Ries in dit verhaal? Wat heeft hij jou bijgebracht? Het is echt heel, heel bijzonder. Het is moeilijk om er echt iets op te plakken. Maar hij heeft eigenlijk van het eerste moment dat we elkaar ontmoet hebben, heeft hij mij vol vertrouwen gestoken. Een manager als Ries die dank u zegt, omdat ik bij hem al komen rijden. Ik vind dat knap en dat doet mij wel iets. En dan gewoon, het is niet een man van heel veel woorden, maar wat hem zegt is er altijd bonk op. En dan ook op training. Mijn training is gewoon dus wel wat veranderd. Heeft mijn positie op de fiets aangepast. Ik had er een beetje schrik van, moet ik zeggen. Maar ik had me voorgenomen om mee te gaan in zijn verhaal. En dat zijn zo allemaal kleine aanpassingen. En ook niet vergeten, ik heb een goede winter gehad. Gewoon en alles bij elkaar en alles valt goed nu. Maar wat een jaar, hè? Je wint dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen. En dan straks voor de derde keer papa. Heb je al een naam na Sterren en Storm? Voor een meisje, we zijn er nog niet helemaal uit, maar meestal is dat Evie die mij iets afkomt en dan zegt ze, als je iets beter vindt, dan doen we dat. Maar het lukt niet. We zien wel. Voilà Stef, Nick Nuis, gelukkigste mens van de wereld vandaag. Dankjewel Michel, hele dag hard gewerkt, dankjewel.
Ja, dames en heren, je hield het bijna niet voor mogelijk, maar de voorsprong van Cancellara en Chavanel, die daalde net voor en bij het begin van de muur bijzonder spectaculair. Om de 10 meter ging er bijna een seconde af. Kijk eens mee, hou bovenaan in het beeld het tijdsverschil in de gaten. Pijlsnel daalt de voorsprong. Bij het binnenrijden van Gerardsbergen hadden de twee leiders ongeveer 1 minuut. En die voorsprong verdwijnt helemaal in iets minder dan 4 minuten. Echt waar. Niemand die het geloofde, maar Cancellara is dus ook maar een mens die op een gewone fiets rijdt en die bezwijkt tegen een overmacht aan achtervolgers. Het is uiteindelijk Philippe Gilbert die de groep tot bij Cancellara sleept. Ja, een zelden geziene omwenteling. En ook bij Quickstep moeten ze dat zo gevoeld hebben. Want plots had ook Tom Boonen weer een kans op de zege. Het is uiteindelijk een tweede en een vierde plaats geworden. We gaan toch eens luisteren bij de Quicksteppers, want daar staat Lieve van Gils. Ja, Lieve, is het een ongoocheling voor Quickstep? Ja, uiteraard. Hè. Zij zijn de verliezers van de dag. Als je tweede wordt met Chavanel en vierde met Boonen, dan ben je er heel dichtbij geweest. En Wilfried Peters, ik neem aan dat dat heel zuur smaakt dan. Maar niet alleen dat, als je tweede wordt met Chavanel, die toch een duik van een wedstrijd heeft gereden. Zo lang op kop en dan in die situatie terechtkomen, dan doet het wel even pijn. Ja, dat moet ik niet ontkennen. Ja, eerst even over Chavanel, misschien de sterkste man in koers. Maar dat weet je niet op het moment dat hij met Cancellara voorop rijdt. Hè, totdat Superman dan een klop krijgt van de hamer. Had je hem niet moeten laten meewerken met Cancellara? Als je ziet hoe dat Cancellara wegrijdt op de Leeberg, dan dacht je, oh, wat gaat hier gebeuren? Ik had gehoopt dat hij iets minder rap naar de koproep reed, maar hij reed op één sneltrein zo naar Chavanel toe. Komt op de Leeberg bij de eerste bij Chavanel aanklampen. Maar Chavanel was helemaal niet dood. Ik had gedacht, oké, had ik hem laten meerijden en wordt gelost op de muur, zijn we zo al verloren. Dus mijn enige kans was in zijn wiel laten kruipen. Hij vond het zelf wel jammer hè, dat hij niet mocht meewerken van jou. Ja, dat wel, maar ik denk, op die manier kan hij zeker niet winnen. Als hij morgen aan blok meerijdt en wordt gelost op de muur, dan zeg je oké, dan heb je een verkeerde beslissing gepakt. Maar ik kon niet weten, iemand die 70 kilometer op kop aan het rijden was, die nog zo'n goede been had. In ieder geval, hij komt dan toch weer vooraan, opnieuw met Cancellara en ook met Nick Nuis. Ze gaan sprinten voor de zegen. Eerst even kijken, dit is hoe jij die sprint hebt beleefd. Godverdomme, jongens, dat is uit handen gegeven, hè. Als je bij het wiel blijft, heb je heel veel kans voor te winnen. Maar ik had meer kat en muisspel gespeeld. Ik denk, ik heb hem gemeld dat Tom Boonen alleen aankwam. Gewoon in het wiel blijven en zoveel mogelijk pokeren. Natuurlijk had ik ook Cancellara zien kijken dat hij ziet dat Tom Boonen kwam. Had Sylvain misschien iets meer vertrouwen had, dan had hij iets vroeger aangegaan. En als je ziet hoe dat ook Nick Nuis stilvalt. Twee keer zijn benen moeten stilhouden. Natuurlijk, als. Ja. Maar dan begrijp ik, je zou voor minder gaan vloeken. We luisteren even naar een reactie van Chavanel en ook van Tom Boonen. Peut-être que tu as fait une petite faute, une petite erreur. Dans les trois derniers kilomètres, tu es venu en tête. Oui, mais c'est difficile d'être dans la route Cancellara. C'est quelqu'un de très puissant. Donc je préfère anticiper que de couper l'effort et puis après d'accélérer. Temporiser. Ouais, mais bon, Tom, j'ai dit ça va, et c'est vrai que tout le monde était un peu cuit, entre guillemets. Bon, après, c'est aléatoire. Hein, Sylvain was vandaag volgens mij absoluut de sterkste man, en niet Cancellara. Sylvain was de sterkste man in koers vandaag. En daar kunnen we wel op gokken dan. Maar we hebben heel veel kruid verschoten om die vlucht te beschermen, zeker in het begin. Dat ging niet echt, dat weer niet echt rap een minuut of zo. En dan in de finale, ja, was het een beetje een steekspel. Hebben we een beurt aan meegesprongen. En één keer als die mannen weg waren, ik sprong een fletje aan zijn wiel eigenlijk gewoon om de boel stil te leggen. En één keer kijk ik achteruit en dat was een gat. En ik denk als ik dat iets vroeger zie, dat ik kan meesprinten voor de overwinning. Want ik ga direct aan en ik kom op 15 meter, net als ze beginnen aan te sprinten. Ja, Wilfried, Tom Boonen, had hij kunnen winnen vandaag? Ik had gehoopt dat gewoon de jongens van Sky gewoon alles nog bij elkaar kregen en dat Tom de laatste rechte lijn zijn sprint kon doen. Spijtig genoeg is dat niet gebeurd. Fletcher heeft nog een groot effort gedaan, maar Cancellara heeft gewoon Tom op afstand zien afkomen en gewoon vroeg aangegaan. Dat is misgelopen. Hij gaf zelf toe, ik ben nog niet top, maar als je dan vierde kunt worden in de Ronde van Vlaanderen, dan ziet het er goed uit voor volgende week. Hij was niet top in Gent-Wevelgem, dat heeft iedereen gezien. Hij wint Gent-Wevelgem. Vandaag nog niet super in de Ronde van Vlaanderen, wordt vierde. Laten we hopen dat Cancellara een beetje minder wordt en dat ze volgende week een mooie strijd kunnen leveren.
Dan eindigen we nog op een positieve noot voor Quickstep. Dat is een beetje de slotconclusie voor vandaag. Voor Quickstep, denk ik, Stef. Dus vandaag een gemiste kans. Maar we hebben een afspraak met Tom Boonen en Co. volgende week in Parijs-Roubaix. Dankjewel, lieve. Zometeen laten we Fabian Cancellara aan het woord. Maar eerst de andere Belgen die ook een schitterende ronde hebben gereden. Philippe Gilbert bijvoorbeeld. Overmoed van Cancellara die zichzelf tegenkomt. En een beetje overmoed misschien van Philippe Gilbert die op de Bosberg gaat. Want die zat, Philippe, in een groepje dat je de baas kon in een spurt. Als je met dat groepje de Bosberg overkomt, gaan jullie misschien door naar hier. Ja, maar dat was altijd moeilijk. Weten wat we moesten doen. En ik heb beslissen om gaan in de aanval. Want de groep kwam toch terug en Boonen was ook mee. En ik denk dat Tom was een beetje rapest op zo'n aankomst vandaag. En ik heb kiezen voor de aanval. Ja. Kom aan, makker. Je zet een superman van baas. Je zet super. Kom aan. Kom aan. Beetje profiteren daar. Kom aan, man. De tijdheid van je leven nu. Kom aan. Je pakt 15 seconden maximum, denk ik. Als er al zoveel waren. 12, 14. En dan wordt er vanuit de wagen geroepen, ga voor de tijdrit van je leven, maar jij zelf beslist, nee, ik ga me terug in dat groepje zetten. Ja, zo rap rijden op vlak, ik kan niet. We hebben altijd gezien op mijn tijdrit op vlak, ik ben niet goed genoeg. Ik kan wel rap rijden, maar niet zo rap als de best. En ik heb altijd een beetje tijd verliezen dan als ik kort 8 seconden gezegd. Ja, nu ze spelen ook met mij, dus ze gaan... blijven op 100 meter en dan ik ga dood zijn voor de sprint of zo. Dus ik heb beslissen om even wachten. En dan de meester zelf. Heeft hij nu gefaald? Heeft hij zichzelf overschat? Of was de tegenstand te sterk? Dit is de verklaring van de minzame Zwitser. On the end, I heard now on the finish line that BMC was pulling like hell from with six riders. With six riders. Mm-hmm. Hey, six riders against one, that's impossible. Yeah. Even Superman cannot do that. Nee. I mean, in the movies, yeah, but in real life, in a race like that, in a day like that, it just showed that Superman had also a weak moment. I mean, I had cramps, I'm just honest, like on the finish, but in the end, when I had... How come? Didn't you drink enough? Yeah, I think so. It was in a moment, was a lot of stress. I think the new change of the parkour, I think it was make a lot of things more nervous. It was a strange day for me, I'm honest, because on the end I believe in special moments, and I hadn't this special moments when I went, yes, but afterwards it's just like the world was falling down. But on the end, still finish in third, still went the way with Sylvain and with also Nick. Just impressed me again that I was in a way Superman, but that's just bike race. Goedenavond. U heeft het vandaag wellicht allemaal live gezien. Maar Sportweekend is er natuurlijk om u de hoogtepunten opnieuw te laten beleven van deze vernieuwde ronde. De start werd vanochtend gegeven in Brugge, waar het Marktplein opnieuw zwart zag van het volk. En waar er vooral werd gekeken naar de twee toppers, Tom Boonen en Fabian Cancellara. Het startschot wordt gegeven en dan zijn ze vertrokken voor 255 kilometer, 8 kasseistroken, 16 hellingen. Dit is de traditionele lange vlucht van de dag. Ze zijn met 15 en de grootste naam daarbij is Tyler Farrar, die in dienst rijdt van Sepp van Marken. Een paar grote namen rijden lek, Van Marken, Sagan en Fabian Cancellara. Ze komen allemaal opnieuw aansluiten in de groep. Tijdens de eerste beklimming van de oude Quaremont rijden Cancellara, Boonen en Pozzato nog broederlijk naast elkaar. En na de oude Quaremont volgt de Paterberg, die ook 3 keer moest beklommen worden. Bij de eerste passage heeft de kopgroep nog een voorsprong van 1,5 minuut.
En dan begint ook het peloton aan die Paterberg. De rest vertelt Maarten van Gramberen. Daar komt het peloton. En die zien wat hier te gebeuren staat. Wat gaan ze met die eerste beurt op de Pater doen? Stijn van den Berg en Bonen toch al vooraan. En ook Cancellara mee voorin. Daar zijn de grote al. We zien ook Gilbert, Leukemans, Ballant, Pozzato en Co. De toppers zitten allemaal netjes voorin. Pechvogel daar is Stijn de Volder. Hij haakt in een andere renner. We zien de tweevoudige winnaar nooit meer terug. En ook brokken bij de volgwagens rook uit de geblutste auto van Sky. Het is een vreselijk nerveuze en gevaarlijke bedoening. En dan, in de bevoorradingszone, op 60 kilometer van de streep, gebeurt dit. In ieder geval, en dan valt... Is dat Cancellara? Dat is Cancellara. Ja, dat is Cancellara. Cancellara ligt daar waar, in het jongens. Midden van de weg. En Cancellara is daar blijven liggen. En die helm is wat schots en scheef getrokken. Dr. Jacobs is erbij. Maar dit ziet er niet goed uit. Nee, dit ziet er niet goed uit. Dit zou wel eens kunnen dat een van de absolute favorieten, de topfavoriet uit de wedstrijd moet. Ik denk dat dit over is. Cancellara breekt zijn sleutelbeen op 3 plaatsen en vliegt vanavond al naar Zwitserland. De koers zo een beetje onthoofd, een van de 2 topfavorieten is weg. Die andere topfavoriet, Tom Boonen, bengelt een beetje vreemd achteraan. Hij heeft wat problemen met zijn versnelling. De andere kanshebbers hebben dat in de gaten. Gilbert, versnelling Gilbert op de Kluisberg. Gilbert die in 1 ruk naar de 2 aanvallers gaat rijden. Gilbert deelt een prik uit en ook Björn Leukemans is mee, maar alles komt samen. En dan gaat het in een rondvaart naar de 2e beklimming van de oude Quaremont. Knal van een val. Langeveld is het slachtoffer en valt door een dwaas in het publiek. Maar de koers gaat voort. We zitten op de oude Quaremont. Van Marken leidt de dans voor Ballan, Bonen, Pozzato en Paulini. En ook onder andere Chavanel en Sagan hangen er nog aan. En meteen volgt de 2e beklimming van de Paterberg. Ze zwemmen de kant in en dan gaan ze weer liggen. En dan komt er zo een schifting, want dan staat de rest geblokkeerd. Van Summeren gaat in de dranghekken, onder andere Leukemans en Breschel worden opgehouden. En door die breuk ontstaat er een elitegroepje met onder andere Bonen, zijn ploegmaats, Chavanel en Terpstra, Pozzato, Sagan, Van Marken en Ballan zijn er ook bij. Maar de verschillen zijn niet groot rijden, zegt Bonen. Te vergeefs, alles komt samen aan de voet van de laatste beklimming van de oude Quaremont op 20 kilometer van de streep. En wie is daar de sterke man? De winnaar van 2007 en de wereldkampioen van 2008, de Italiaan Alessandro Ballan. Ballan is weg. Ja, ja. Hier komt Pozzato. Hier komt de counter met Bonen mee. Bonen en Pozzato. Ah, nu ben ik eens benieuwd, meneer Pozzato. Ga je dan toch gas geven met Bonen aan het wiel? Even bijschakelen. Dat gaat bijzonder stijlrijk met Pozzato. Bonen, tanden op elkaar. En dan volgt voor de 3e keer de Paterberg, de laatste helling van de dag. Ik zie dat Pozzato dat die vanuit de zadel gaat versnellen. En dan moeten de anderen op de tanden bijten. Pozzato is een sterke man, maar Bonen blijft er wel aan. Dat moet ook tot boven. Geeft daar een metertje, geeft daar een meter of 2. Pozzato en Ballan, de 2 Italianen en dan onze landgenoot. Niemand komt nog terug en de 3 generatiegenoten, Bono, Ballan en Pozzato, beginnen met z'n 3 aan de finale. Het is dan nog 13 kilometer tot in Oudenaarde. Het drietal werkt vooraan goed samen, maar achter de rug van Bono praten de Italianen. Het wordt link voor Bono. Ballan met een poging en Bonen wordt met zijn kop gelokt. Hij moet reageren en Ballan heeft het begrepen. En ja. Hij gaat het nog eens proberen. En Bonen is verplicht om dat gat weer te dichten. Ja. En daar gaat hij. En hij gaat weer reageren. Ballan probeert het 3 keer. Bonen gaat hem 3 keer halen. We krijgen een sprint met 3. Bonen, daar ligt jouw kans op een 3e ronde van Vlaanderen. Dat is goed voor Bonen. Dat is heel goed voor Bonen. En hij zet van ver aan. Hij zet verdomd van ver aan. Dan moet je verdorie lef hebben. En dan gaat Pozzato nog eens schakelen. Maar hij gaat er van weg. Hij gaat er van weg. En gaat Pozzato nog remonteren. Gaat Pozzato... Nee, het is Bonen die de ronde van Vlaanderen wint. En dat voor de 3e keer. Tom Bonen wint voor de 3e keer de ronde van Vlaanderen. Het is binnen. Hij heeft ze afgedroogd. De Italianen. Afgestroopt. Man. Pozzato probeert nog langzij te komen, maar Bonen is gewoon te sterk. 6 jaar na zijn vorige overwinning wint hij opnieuw de ronde.
Greg Van Avermaat is de sterkste van de achtervolgende groep en wordt vierde voor Sagan en Terpstra. En daar staat hij te genieten op het podium. Bon heeft al 3 keer Parijs-Roubaix gewonnen. En nu wint hij voor de 3e keer de ronde. Leven Tom Bonen, heel knap afgemaakt. We gaan snel naar Oudenaarde, waar Michel Wuits in het hotel van Bonen zit. Goedenavond, Michel. Ja, ik denk dat iedereen die vanmiddag gekeken heeft, Tom naar de zegen heeft geschreeuwd. Ja, kippenvel. Je kan eigenlijk stellen dat Bonen al een kampioen was, maar dat hij nu de stap gezet heeft naar een groot kampioen. Hij topt nu alle lijstjes en die carrière is nog niet gedaan. Tom zit hier bijna. Gefeliciteerd, nogmaals. Dank je wel. We zijn zelf onder de indruk geweest. Je was zelf ook een beetje geëmotioneerd. Hoe voelt het nu? Vermoeid een beetje. Hè. Het begint allemaal wat aan door te zinken. En, ik heb dat straks bij Karel ook al aangehaald. Ik denk dat het vooral deze overwinning dan, dat hij al die vorige overwinningen nog eens mee naar boven haalt. En dat je daardoor toch, dat iedereen zich nog eens herinnert dat ik toch al een aantal keer gewonnen heb. Het grote verschil, zegt men hier in de eigen ploegrangen, is zijn concentratievermogen is zoveel groter geworden. Klopt dat? Dat ervaring is. Hè. Ik denk dat ervaring gewoon meebrengt dat je veel rustiger kunt zijn. En ik moet denken, die eerste keren dat ik Vlaanderen won, was ik nog maar 24 jaar. Dus dat kun je niet zeggen dat je al een ervaren renner bent. Hè. Dan overkomt u alles nog veel meer. Maar nu heb je toch al een pak meer ervaring. Heb je de keerzijde van de medaille ook al eens gezien. En dat brengt mee dat je veel rustiger kunt zijn. Je vult nu eigenlijk een gat op van 6 jaar? Ja, dat is 6 jaar geleden vandaag. Maar een gat opvullen. We hebben nog 2 keer gewonnen met de Volder in die tussentijd. Ik ben nog 2e en 4e geweest in de tussentijd. Dus ik ben niet weg geweest in de Ronde van Vlaanderen. Maar het is wel heel aangenaam om opnieuw te winnen hier. Laten we eens naar de key momenten, de sleutelmomenten gaan. Ballan valt aan op de oude Quaremont. Pozzato reageert. Lok jij dat uit? Ja, Nicky was eigenlijk nog weg. Nicky was weggereden in de afdaling van de nieuwe Quaremont. Terpstra. En op een bepaald moment, het was een beetje moeilijk wat we gingen doen, een beetje inschatten. En toen kwam alles terug samen, net voor de voet van de Quaremont. En ik kom even op kop te zitten, zo, maar ik kon moeilijk doortrekken omdat Nicky vooraan zat bij Ballan. Maar toen zei hij dat hij het moeilijk kreeg, want hij had heel dat stuk alleen gedaan. En toen ging Sagan even door. Ik kwam op kop te zitten en ik keek even en ik lokte het Pozzato uit zijn tent. En die is dan gegaan en die heeft dan vlotjes dichtgereden. Dat was wel heel sterk. Had je het alleen gedicht? Als ik was van plan om boven te gaan. Als het niet dicht was geweest van op het laatste steile stukje van de Quaremont te gaan. Dat is toch het stukje waar je het meeste op je motor kunt rekenen als je echt veel inhoud hebt. En dat kunnen nog veel verschil maken. Had je het gevoel dat die 2 Italianen... achter je rug bezig waren, wist je dat? Dus was ik zeker van dat die achter mijn rug bezig waren. Ja. Ik heb dat gehoord en gezien. En toch counter je alles en dan die sprint. Beschrijf eens kort. Ja, ik moest counteren. Hè. Dus die mannen wisten ook... ze moesten aanvallen, maar ze hadden het nadeel dat de wind helemaal tegen zat. Je kon accelereren, maar ja, als ik op het wiel zit, dan ik ben mijn sterkste punt is mijn acceleratie. Dus ik ben altijd sneller dan die mannen. En... toen dat Ballan een aantal keren dat mij rijdt had, heb ik mij gewoon in het wiel gezet de laatste kilometer. En moest ik eigenlijk alleen Pozzato nog maar in doorhouden. En ja, dan, dat bleef maar duren, dus die ging niet aan. En dan ben ik op een bepaald moment zelf aangegaan. En ik kwam er even langs, maar toen dat hem in de wind kwam, moest hem ook terug zijn. Wij vertelden in de rechtstreekse, opgepast. Hij is al eens een keertje gevloerd door Pozzato in de E3. Heb je daar aan gedacht? Ja, maar dat was anders. Toen zat ik iets meer kapot als nu. Dan kwam... de omhelzing met Pozzato na de streep. Wat denk je dan? Nou, Pozzato, zelfs Ballan ook. En Cancellara mag niet vergeten, we kennen elkaar al. We zijn al van ons 14, 15 jaar koersen we al tegen elkaar. Hè. Dus dat zijn mannen die daar al heel lang meegaan. En met Pipo ook, ik heb er altijd een goede band mee gehad. Het is iemand die daar heel vaak niet begrepen wordt. En heeft niet met iedereen een goede band, maar ik heb er altijd goed mee overweg gekund. Ik heb daar nooit problemen mee gehad. En daarom ook, ik denk dat wij goede vrienden zijn. Er staat een kassei. Weet je wat daarop staat? Nee. Volgende week. Ik ga mijn uiterste best doen. Ik zit goed op schema om iets unieks te doen, dat besef ik mij al te goed. De benen zijn er en het geluk is ook terug aan mijn zijde, dus het zou kunnen, maar we gaan er nu nog niet over beginnen. We hebben nog een week tijd. Leuk is dat een camera jou gevolgd heeft van onmiddellijk na de aankomst tot ongeveer hier. En dat gaan we nu eens tonen aan de mensen.
De eerste ploegmaat die Bonen feliciteert is Nicky Terpstra. Dan kan de winnaar even uitpoeven voor het live interview. En dan volgen felicitaties van sportdirecteur Lefevre en ploegleider Peters. En dan een onderrondje met organisator Wouter van den Houten over de nieuwe omloop. De Ronde van Vlaanderen hebben gewonnen. Dames en heren, Oudenaarde, hier is de winnaar van Vlaanderen's mooiste. Hier is Tom Bonen. In het busje naar de Sportza-studio vraagt Bonen wat er met Cancellara is gebeurd. Hoe is dat dan gebeurd? Dat was een bevoer al. Ik heb hem niet gezien. Ik reed al van achter. Ik heb hem niet gezien. Aankomst van het VRT-busje aan de Sportza-studio. Omstuwd door de massa baant Bonen zich een weg naar boven. Na de tv-interviews gaat Bonen op weg naar de internationale persconferentie. Maar hij houdt nog even halt om een mama-supporteres dolgelukkig te maken. Dank u wel, dikke proficiat. Is mama hier ook? Tom. Talrijk waren ook de valpartijen vandaag op het nieuwe parcours. Renners die hun bocht missen en renners die ten val komen in de strijd om de beste positie te hebben. Gevaarlijke toestanden ook met toeschouwers die verkeerd reageren of renners die de verkeerde keuze maken. Hier Sebastian Langeveld, hij houdt er een gebroken sleutelbeen aan over. En bij het begin van de Paterberg gaat het ook al mis. Onder meer Van Summeren staat hier te voet. Ja, Michel, heeft dat met het onbekende te maken, het nieuwe parcours? En vraag 2, kunnen we tevreden zijn over dat nieuwe parcours? Die valpartijen hebben niks van doen met dat nieuwe parcours. Er waren ook zware valpartijen in de E3 of in Gent-Wevelgem. Dus dat op dat nieuwe parcours steken, dat slaat nergens op. Wat het nieuwe parcours betreft is alleszins interessant, maar het is wel zwaar. En dat heeft toch wel de acties een beetje geremd. Maar daar kun je nu niet over oordelen. Dat kun je pas over 2-3 jaar als daar een aantal edities van de ronde over gegaan zijn. Dus laten we nog even wachten alvorens formeel te oordelen. Ja. Michel, het scharniermoment van de koers is toch ook wel de valpartij van Fabian Cancellara. Op 61 kilometer van het einde in een bevoorradingszone is midden in het peloton een valpartij gebeurd. En niet zomaar iemand, dus wel Cancellara die daar ligt. En een paar ploegmakers die zijn onmiddellijk gestopt en het is dadelijk duidelijk dat het ernstig is. De dokter is er ook meteen bij en de onfortuinlijke Cancellara wordt dan met een ambulance naar het ziekenhuis van Oudenaarde gebracht, waar de diagnose bevestigd wordt wat iedereen inmiddels al had vermoed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht hier in Oudenaarde. Een drieledige breuk vastgesteld in zijn rechter sleutelbeen. En hij wordt nu naar het vliegplein van Wevelgem gebracht. En hij vliegt onmiddellijk naar Zwitserland, waar hij vannacht of misschien morgen zal geopereerd worden. Ja. Hoe heeft hij gereageerd? Ja, hij is heel onthoogeld. Heel onthoogeld. De vorm was heel goed. De ploeg was heel goed ook. We waren dan nog volledig. En dan gebeurt zoiets. Hij was heel erg onthoogeld. Ja. Cancellara werd in de loop van de namiddag al met de ziekenwagen naar het vliegveld van Wevelgem gebracht, waar een vliegtuig klaar stond om hem naar Zwitserland te brengen, waar hij dus vannacht of morgen zal geopereerd worden. Vliegtuig naar Basel. Ja, Michel, we hebben geen duel gezien. Heeft dat de ronde onthoofd? Nee, volgens mij niet. Het duel is uiteraard onthoofd en daar zat iedereen een beetje naar uit te kijken. Maar de ronde zelf niet, want die bleef bijzonder attractief. En wat er zich afspeelde in die laatste 13 kilometer, ja, dat was om kippenvel van te krijgen. En bovendien bleef het bijzonder spannend. En dat had vooral te maken met de kracht van Balan en nog meer van Pozzato. Bonen is diep moeten gaan om deze ronde van Vlaanderen te winnen. En dus knap gedaan, zeg ik. Ja. We hebben de verliezers van de dag nog niet gehoord. Dat zijn Alessandro Ballon en Filippo Pozzato. Daar gaan we even naar luisteren. Ero convinto che Tom sinceramente fosse un po' stanco, perché l'ho visto sui muri che faceva un po' fatica. Poi in finale quello che i due che tiravano di più eravamo io e Alessandro, perché comunque Tom cercava di tirare il meno possibile. Mi sembrava un po' stanco ed ero convinto di poterlo battere, però ha dimostrato che è molto più esplosivo di noi e la volata è stato il più forte.
Diciamo che Pippo ha fatto una bella azione sul Patersberg, e io sono riuscito a stargli a ruota e Tom aveva perso un po' di metri. Pensavo quasi ce la potessimo fare a staccarlo e andare all'arrivo in due, quindi penso Pippo è andato molto forte, ma Tom ha una condizione eccezionale e l'ha dimostrato gli ultimi 5 chilometri non lasciandomi neanche un metro. Michel, Quickstep, ja, die rijden als de zotte, zou ik zeggen, in deze Vlaamse koers. Ze winnen alles. Ja, dat heeft vooral te maken met de figuur Bonen. Daar staat een ernstige Bonen, daar staat een Bonen die de koers meemaakt en die de koers ook afmaakt. Alle wedstrijden van de E3, over geen Twevelgem en nu ook de Ronde van Vlaanderen. Maar er is veel meer, er staat ook een fantastische ploeg en ik denk dat dat de essentie is. Er zijn een aantal jongens die gegroeid zijn. Wilfried Peters, leg dat eens uit. Maar niet alleen dat, ik denk we zijn heel goed begonnen al in dekken in Argentinië. Tom heeft zijn sprintbenen teruggekregen. Als je met 11 verschillende renners toch wint dit jaar, dat wil toch zeggen dat je toch beter bent in de breedte. En bepaalde renners zijn ook boven hun eigen uitgeroeid, omdat de leider goed is. Ik vind ook essentieel Van den Berg en Maas. Die jongens zetten een stap vooruit. Ja, met Maas heb ik al 100 keer gezegd, ik heb er al 2 jaar over bezig geweest, dat hij in de juiste ploeg kan met de juiste functie, dat een heel sterke man is. Nicolas heeft ook zijn dingen al bewezen de voorgaande jaren, vorig jaar ook pech gehad. Dit jaar Terpstra hebben we moeten missen, vorig jaar door de valpartij in de pannen. Chavanel, dat wist je al. We hebben Trentin, toch ex-kampioen van Italië vorig jaar, die toch ook echt gebrand is op deze wedstrijd. En eerstejaars. Eerstejaars. Die rijdt vandaag 130 kilometer op kop. Ik denk, we hebben vandaag ons initiatief genomen, onze verantwoordelijkheid. En deze mannen hebben daar zeker voor gezorgd. Ben je even bang geweest? U durft niet ontkennen, de start was niet zoals we gehoopt hadden. 15 man, er mocht een groepje wegrijden, maar 15 is heel veel. Maar toen hebben we gewoon gezegd, ja jongens, even proberen het gat toe te rijden. Het kostte te veel krachten, want van voren reden ze echt snel. En dan gewoon zeggen, kom, verstand op nul, even rustig blijven, ademen. 2 man op kop en we gaan kijken hoe ver ze wegrijden. En dan de kopmannen sparen. Kort antwoorden. Is dit nu genoeg of mag er nog wat bij? Het klassieke seizoen is afgelopen in Luik-Bastenaken. Kijk, daar gaat het hem om. De winning moet. Die stopt niet meteen. Stef. Michel, er mag altijd wat bij. Dat weet jij ook. Hè? Dankjewel daar in Oudenaarde. De koers was nog maar net begonnen of iedereen werd opgeschrikt. Tom Boonen was net als vorige week gevallen en zijn ronde was meteen voorbij. Stijn van Baarle. Voor de start van morgen zag Boonen het nog helemaal zitten. Hij had in de 3-daagse van de Pannekoekzijde nog flink bijgetraind om vandaag de tandem Cancellara-Sagan te kunnen volgen. En de drievoudige winnaar van de ronde was hoopvol. We zullen wel zien. Eigenlijk had het helemaal niet zo slecht. De conditie is redelijk goed. Maar of dat voldoende zal zijn om met die mannen mee te gaan, dat weten we straks. Maar na amper 19 kilometer slaat het noodlot toe. Chaos in de karavaan, de Vlaamse hoop is gevallen. Maar wat is er nu precies gebeurd? Ploegleider Wilfried Peters en ploegmaat Ilio Keijsen doen het verhaal. Er stond een vrachtwagen geparkeerd op een goede plaats. De peloton maakte een kleine manoeuvre links en daar staat een plastic paaltje en heeft dat geraakt en daarom is de valpartij veroorzaakt. Ja, ik zat gans van voor. Ik zag dat heel gevaarlijk was. Ik heb teken gedaan, maar als je 30ste, 40ste positie zit, dan zie je dat helemaal niet staan en dan knal dat gewoon op. Het is meteen duidelijk dat het ernstig is. De dokters zijn snel ter plaatse en dienen Boonen de eerste zorgen toe. Hij moet zo snel mogelijk naar het stedelijk ziekenhuis van Roeselare voor een check-up. Een ambulance? Een tristig beeld toch, de Belgische kampioen in een ziekenwagen. Deze dag had hij zich helemaal anders voorgesteld. Echt lang zal het onderzoek niet duren. En intussen zijn ook de ouders van Boonen aangekomen. De dokters hebben kneuzingen vastgesteld aan de heup en de elleboog. Een open wonde aan de knie is gehecht. Maar gelukkig heeft Boonen niets gebroken. Ondersteund door zijn moeder mankt hij naar de auto. Helaas voor Boonen geen vierde ronde overwinning dus, maar een afscheid in mineur.
Zo is het. We gaan live naar Lieve van Gils. Die is nog in Oudenaarde om over Tom Bonen na te praten. Ja, Lieve, het was iets voor elf, denk ik, toen iedereen werd opgeschrikt. En jij hebt de hele situatie gevolgd. Ja, ik was erbij toen Tom Bonen het ziekenhuis in Roeselare verliet, toevallig. Ik wilde geen interviews geven voor de camera, alle begrip daarvoor. Ik heb wel even met hem kunnen praten en hij was wel aangeslagen. Dus voor een medisch rapport ben ik even tot in het hotel gereden van de ploeg, tot bij de manager, Patrick Lefevre. Patrick, vertel eens, wat is het medisch verdict? Medisch verdict dat hij viertal draadjes in de knie heeft, rechterknie als ik me niet vergis. Hmm. En dan eigenlijk echt een ei van een hematoom, bloeduitstorting om de linker heup. Ja, dat betekent geen Parijs-Roubaix voor hem volgende week. Denk, uitgesloten. Dat is echt. We mogen hem dat niet aandoen. Wanneer mag hij terug op de fiets? Oh, dat zal de dokters uitmaken de komende 24 uur. Je weet, met de slag heb je overal pijn. Hij kon zelfs niet meer ademen, zei hij, als hij het eerste moment te tegenvallen was. We zullen zien, laat ons de eerste 24 uur voorbij gaan, maar dat zal niks aan het programma veranderen. Ja, maar goed, dus geen Parijs-Roubaix, dus een kruis over het voorjaar. Ja. Hoe pakt hij dat nu op? Heb je hem nog gehoord? Want vanmiddag, ja, ik zeg het, hè, was behoorlijk aangeslagen. Ja, ik heb hem nog straks, denk ik, een klein uurtje geleden gehoord. Mm-hmm. Was al thuis intussen. Maar ja, het was altijd aanslagen natuurlijk, hè. Je hebt die inhaalwedstrijd vanaf december tot nu. Hè. Eerst die bacterie of infectie op zijn darmen, dan die bacterie in zijn elleboog. En iedere keer je ziet je concurrenten in de zon trainen en koersen. Ja. En jij hinkt achterop, zal ik maar zeggen. En dan met alle moed of wanhoop ga je proberen die afstand of die achterstand op te halen. Dat lijkt dan te lukken, want daar zag het nog zitten. Hè, van ja, en dan gaan we even mooi terug tegen de grond. En dan deze week in de pannen ben je weer de goede weg op. En dan amper 18 of 20 kilometer vandaag. Dan, afgelopen. Ja. Vergroot dit nu de kans dat hij aan de Tour zal deelnemen? Want dat was nog niet beslist, denk ik. Daar heeft hij een beetje een haat-liefdeverhouding mee. Misschien kan hij daar zijn seizoen goed maken. Ja, of kijk, seizoen goed maken. Iedereen weet, al indien hij zou naar de Tour gaan. Dus ik spreek nu in een zeer voorwaardelijke zin. Dan zal het waarschijnlijk in dienst zijn van Mark Cavendish. En Tom is wel een spurter geweest, niet puur saam, maar een machtspurter. Als je dan je volledig moet gaan omturnen, en op een bepaald moment durf je zelfs de risico's niet meer nemen voor je eigen. Mm-hmm. Moet je voor iemand anders gaan doen, dan is het behoorlijk wat werk. Ik hoor je zeggen, tussen de lijnen, kans is klein. Nee, heb ik niet gezegd. Het is te primair nu wat allemaal gebeurd is. We gaan ook niet helemaal in paniek gaan en alles omgooien. Ik heb hem draad gegeven. Zo gauw het kan, pak de valies, ga naar de warmte. We zitten al 3 maanden sukkelen in de koude. Ga even naar de warmte, met het zwembad te leggen, herpak je eigen. En dan zien we verder. Nog eventjes over vandaag. Een onthoofde ploeg heeft het goed gedaan. Hè? In de finale heel erg present. Verder een Kwiatkowski die zich verder ontbolstert, hebben we gezien. Ja. Maar had Chavanel niet moeten doen wat Roelands heeft gedaan, de vlucht vooruit nemen? Ik vrees een beetje dat Chavanel met zijn uitslag van de laatste week, want je weet, hij wint de pan op een vrij grote manier, dat ze hem niet zouden laten rijden. Oh, ja. Roelands was toch niet in de picture. Waarschijnlijk mede dankzij tegenslagen, maar ik denk dat ze Sivan niet zouden laten rijden. Daar is dat ietsje te ver. Moet er ook niet veel op te zeggen. Cancellara was gewoon de beste. Was gewoon de sterkste nog. Eén vraag, heel kort. Heb jij nog iemand die volgende week Parijs-Roubaix kan winnen? Ik ben overtuigd dat onze ploeg in de breedte goed genoeg is. Maar ja, we zullen zien. Om te winnen moet iemand het kunnen afmaken. Hè. Maar goed, anticiperen. Dat zien we volgende week dan wel. Anticiperen. Bedankt, Patrick Lefevre. Nog veel succes. Dus inderdaad, ja, pechdag voor de ploeg. Zeker voor Tom Bonen persoonlijk. Maar niet alleen een pechdag. Patrick Lefevre gaf het al aan. Het is eigenlijk een pechseizoen. We hebben het even op een rijtje gezet. De miserie begon al nog voor het seizoen goed en wel begonnen was. Eind vorig jaar. De eerste onheilsberichten komen in december vorig jaar. Op het moment dat hij de basis zou moeten leggen voor het wielerseizoen, belandt Bonen in het ziekenhuis met een darminfectie. Een maand later volgt een nieuwe tegenslag. De voorbereiding van Tom Bonen op het nieuwe wielerseizoen is voor de tweede keer in korte tijd verstoord. Zondagavond is hij met spoed geopereerd aan zijn elleboog. Een
val met een mountainbike heeft grote gevolgen. Een op het eerste gezicht onschuldig wondje aan zijn linker elleboog begint te infecteren. Een operatie blijkt nodig. Weer verliest Bono kostbare tijd in zijn voorbereiding. Dat beseft hij in februari aan de vooravond van de omloop. Nu kan er echt niks meer misgaan. Als ik nu alles nog perfect kan doen, tot voor Vlaanderen en Roubaix, dan zou het misschien nog kunnen dat ik op niveau kom. Maar er mag echt wel niks meer misgaan. Er mag echt geen dag of twee meer verliezen nu. 17 maart. Bono kan de kilometers van Milaan-San Remo goed gebruiken. Maar nu werken de natuurelementen niet mee. Na de sneeuwonderbreking stapt hij niet opnieuw op de fiets. Hij heeft nauwelijks 100 kilometer in de benen. Had voorzorg, omdat dat al erg genoeg was. Iedereen was compleet bevroren. Het was er ver over. Er wordt een val gesignaleerd. En het is Tom Bonen hemzelf. Ai. Het houdt niet op. Vorige week loopt het opnieuw mis in Gent-Wevelgem. Bonen valt en geeft op. We kunnen er niks aan doen. Dat is de realiteit. We gaan kijken naar de volgende dagen. En dan zien wat we kunnen doen. Hopelijk kan onze training maar verder zetten voor de Ronde van Vlaanderen. De driedaagse van de Pannenkoekzijde lijkt een goede training. De hoop groeit. Eergisteren sprak Bonen nog filosofisch over alle tegenslag van de voorbije maanden. Je kunt niet verwachten dat je altijd alles mee zit. En zeker niet als je aan wielrennen doet. Dus het is ook niet de meest risicoloze sport. Dus dat gebeurt er wel, ziet dat niet meevalt. Hè. Maar soms valt het gewoon allemaal tegen. En dat is zelfs voor Tom Bonen te veel om te dragen. En tot zover het verhaal van Tom Bonen en zijn val. Maar aan de start vanochtend in Brugge was iedereen goed gemutst en ingeduffeld, want het zou niet sneeuwen en dat was al een geruststelling voor de renners. Na de start moesten er nog 256 kilometer gefietst worden. En was het peloton nu dusdanig geschrokken van de val van Bonen of niet? In elk geval, een grote ronde is het niet geworden. Het duurde tot 40 kilometer voor de finish. Toen pas schoten ze wakker. Maarten van Gramberen. Nu gaat het beginnen hoor. De voorsprong is verwaarloosbaar geworden. Een lange, lange aanloop hebben we gehad. Snelle opener en dan die lange, lange stilte. De finale gaat hier helemaal ontploffen volgens mij. Iedereen hoopt en verwacht dan op 40 kilometer van de streep inderdaad de finale. Maar het blijft wachten. Ook de tweede beklimming van de Paterberg lijkt een maat voor niks. Twee overgebleven vroege vluchters, de pas 22-jarige krachtpatser Kwiatkowski, ploegmaat van Bonen, en de Italiaan Selvaggi bedwingen de Paterberg. Het peloton is vlakbij, maar de grote kanonnen roeren zich niet. Sagan en Cancellara rijden nog vredig naast elkaar. En dan is het moment gekomen voor de vele schaduwfavorieten. Daar rijden de twee leiders en daar een groepje met onder meer Jurgen Roelands en de Fransen Hinault, Offredo en Turgot, de nummer 2 van Parijs-Roubaix vorig seizoen. Het is dan nog maar 30 kilometer tot aan de streep in Oudenaarde. En Roelands en Co rapen de twee vluchters op en de kopman van Lotto Belisol maakt indruk op de derde en laatste beklimming van de Oude Quaremont. Niemand kan volgen. Hinault kan deze Roelands niet bijbenen. Roelands heeft nog altijd 28 seconden op het peloton. En daar moet nu toch iemand zich gaan klaarmaken voor de jump. Iemand heeft zich klaargemaakt voor die jump. Ene Fabian Cancellara. Daar is hij. Ja. Daar heb je Cancellara. Dat is een soort van vooraanvalletje met de Sagan. En dan zien we Boisson Hagen, maar die moet al erg diep gaan om mee te gaan. Dan zien we ook een Chavanel, maar die moet dan met hele lange diepe halen. Langeveld die doet dat doorgaans wat soepeler. Zit daar nog veel op? Eens even kijken. Wat heeft deze eerste beurt teweeg gebracht? Dat is voorlopig nog niet echt veel. Maar nu kan hij pas op dat grote verzet. En Sagan die plakt nu echt aan het wiel. Opletten nu voor de scheur. Boisson Hagen kan dat tempo blijkbaar niet volgen. Dan moet de Chavanel inschuiven. Dat ging bij de E3 net iets soepeler. Sagan ziet alle kleuren van de regenboog, maar plakt er wel aan. Plakt er wel aan. Hier komen ze Kwiatkowski tegen. Turgo probeert hier nog te volgen. En de rest is eraf. Het is de Chavanel. Hier zijn de twee mannen die je mocht verwachten. Maar Roelands leidt daar nog een eindje voor. Laten we hopen voor Roelands dat hij dat kan overleven. Dan kan hij misschien nog meedoen straks voor de knikkers. Hier is Roelands. Roelands rijdt als enige op kop en de twee topfavorieten rijden er naartoe. Locomotief Cancellara en in zijn wiel Super Sagan. Roelands, die net als zijn ploeg een heel verstandige wedstrijd rijdt, wacht en met drie duiken ze richting 17e en allerlaatste helling.
Cancellara, Sagan en Roelands. Cancellara begint op kop aan die laatste beklimming van de Paterberg. Derde keer, goede keer, maar daarachter, oeh, een groot pakketje hoor. Jurgen, volhouden man, volhouden. Hier is dat akelige steile punt en dan krijgt hij het moeilijk en dan moet hij ze laten gaan. En dan nemen ze met de klap een linker op 4, 5, 6. Nu gaan we nog eens zien of Sagan hier Cancellara kan bijhouden. Is dat het breekpunt? Hij snakt naar adem. De Zwitser op een klein verzetje, maar hij redt wel helemaal naar de top. Hij redt er van weg. Hij staat aan de kant geplant. Cancellara is ribbedeby. Is het voorgoed? Is het voorgoed? Hij is vertrokken door Kaan. Wie Cancellara 5 meter geeft, weet dat hij geklopt is. De Zwitser begint aan een indrukwekkende tijdrit van 13 kilometer richting Oudenaarde. En intussen hebben Sagan en Roelands elkaar gevonden. Samen strijden ze voor een podiumplaats en tegen het achtervolgende groepje. Voor de overwinning doen ze niet meer mee. Die is voor een fenomenale Zwitser. Hier komt Fabian Cancellara. Fabian Cancellara is als topfavoriet van start gegaan in deze Ronde van Vlaanderen 2013. En Fabian Cancellara heeft dat op een onwaarschijnlijk schone manier afgewerkt. Dit is voor Fabian Cancellara kerstmis en Pasen tegelijk. Dit is een kampioen en die mag de Ronde van Vlaanderen voor een tweede keer winnen. Hoed af! Achter deze ongenaakbare Cancellara wint Peter Sagan makkelijk het sprintje voor de tweede plaats. Roelands is een hele mooie derde. Greg van Avermaat wordt zevende. En de winnaar, die geniet in de armen van zijn huilende vrouw. Als de sterkste wint, dan heeft niemand te klagen. Dus Michel Wuits ook niet. Goedenavond Michel. Ik minimaliseer het misschien een beetje, maar twee keer verdapperen, dat volstaat om de ronde te winnen. Want meer had Cancellara niet nodig, hè? Is zonder meer een ontplooiing van een enorme kracht. Niemand kan dieper gaan, zo diep, na 6 uur, 6,5 uur... in een zware wedstrijd als Fabian Cancellara. Maar ook een mentale kracht. Sinds nieuwjaar is die mens 10 dagen thuis geweest. En al de rest van die tijd heeft hij geïnvesteerd in die paar wedstrijden. En de E3... en de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Maar ook een verrassend sterke ploeg gezien vandaag van Fabian Cancellara. Met naar het einde toe een bijzonder verrassend sterke Stijn de Volder. Dus ook petje af voor Stijn de Volder. Michel, is het nu de afstand die de andere parten speelt? Of is het gewoon de Cancellara die zoveel kracht kan ontwikkelen dat gewoon niemand kan volgen? Vooral het tweede, het vermogen dat hij kan ontwikkelen, daar kan niemand tegenaan. Hij kan dat tussen een goede 20 minuten en een uur volhouden. Dat zijn de capaciteiten van de tijdredder, maar hij doet dat in een klassieker. En dat maakt het onderscheid met de rest. Cancellara is superieur. En ik stel voor dat we nu eens luisteren naar wat Cancellara zelf over zijn belevenis van vandaag vertelt. You know, the goal was to win and... And things sometimes you can't predict how they're coming because, it's just amazing. I mean, 1 year ago I was on the ground and now I'm back and I won Flanders on the new course and winning as a big favorite is not easy, but just happy and I'm really happy. You had to get rid of them on the Paterberg? Yes and no. On the end, it was a strange race, but strange good, because on the end I won, because it was fast on the beginning. We had to work hard and we had to take over early the race, but I think it was just the key to do it, because we was not so many left on the end, but everyone did a great job and I think the team did fantastic. And then on the end, we came to Quaremont. Everyone expect that I will go. I tried to do the first selection because I think I had this nice feeling today that on the cobbles I can go, because I suffered on all the rest of the asphalt climbs. But on these cobbles, I don't know, somehow I have this special love with that. And I went and was with Peter and we came up to Jürgen and on Paterberg. I saw many Swiss flags, but on the end, I did what I had to do, bring this Ronde van Vlaanderen home.
Aldus Cancellara. Michel, Sagan en Roelands, mogen we dat zo stellen dat zij de beste van de anderen waren? Ja, dat is kort en bondig en goed geformuleerd. Ik denk dat als Sagan Cancellara kan bekampen in een koers over 150 kilometer, dat hij er misschien wel bij blijft. Maar na goed 240 kilometer, dan lukt dat niet meer. Dan speelt de jeugd een part. Hij is nog altijd maar 23. En Roelands is de enige die waarmaakt wat iedereen zei van dat moet je doen. Je moet anticiperen maken dat je weg bent voor die twee vertrekken. Waar bleven Van Avermaat, waar bleven Chavanel of een Hausler of een Paolini, die dat ook allemaal zinnes waren? Wellicht konden ze niet beter en is dat de enige uitleg. Dus alle respect voor de prestatie van Jurgen Roelands vandaag. Sagan en Roelands op een rijtje in een interview. Sì, siamo andati via in fuga in Quaremont. E lì si è deciso, siamo andati via e poi Cancellara è andato ultimo strappo Patersberg e lì non ce la facevo più andare con lui e ho detto meglio aspettare Jürgen sì che potevamo tirare perché indietro era grande gruppo no? Mm-hmm. No grande qualche corridori che ancora facevano lavoro per rientrare. Allora in due avevamo più possibilità di arrivare. Het was wel een heel mooi moment alleen op die Quaremont. En, ik kwam boven en ik zag twee man komen. Ik moest nu niet te lang denken welke tweede afkwamen. Dus, maar op die moment zijn natuurlijk wel mee. Ja, ik kan niet zeggen tot aan de finish, maar je kunt gewoon alles geven op de Paterberg. En, het was wel heel impressionant om Cancellara daar te zien weggaan. Sepp van Marke is een van de eerste slachtoffers. De schaduwfavoriet is al na een vijftigtal kilometer gevallen. Er is ook een aanrijding tussen Johan van Summeren en een vrouwelijke toeschouwer. De vrouw blijft roerloos liggen. Van Summeren wordt afgevoerd naar het ziekenhuis van Waregem. Vooral zijn oogkas is er erg aan toe. We zitten nog altijd in de eerste 100 kilometer. Luca Paolini staat stil. Joi. Alweer een oponthoud daar ergens centraal in het peloton. De ex-winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad kan er niet mee lachen. 20 kilometer verderop kruipt iemand van Lotto Belisol rechtop. En dat is Jurgen Roelands, het is niet waar. Het is niet waar. Roelands moet opgeven. Het goede nieuws is dat hij niets gebroken heeft. Na 150 kilometer op weg naar de kassei van de Paddenstraat gaat het opnieuw fout. Verschillende renners gaan uit de bocht. Ook Belgisch kampioen Stijn De Volder is erbij. Daar gaat ook hij het gras in. De Volder moet achtervolgen. En dan gaan we naar de Paddenstraat. Let op de mevrouw met de rode jas. Jaroslav Popovic blijft haken in de jas en gaat hard neer. Dit is het einde van zijn Ronde van Vlaanderen. Bij Lotto Belisol trekken ze het ongeluk aan. Naar Roelands gaat ook schaduwkopman Tony Galopin tegen de vlakte. Gelukkig loopt het niet altijd fout. Heb je dat gezien? Niet overwogen gedrag. Te enthousiast supporteren is niet verstandig. De volgende valpartij laat echter niet lang op zich wachten. Ai. Ai. Oei, een hoop schroot. Ja, met die paal, met die betonpaal daar in de buurt. Maar dit is niet meer leefbaar. Dit is echt niet meer leefbaar. En we zitten nog altijd op meer dan 65 kilometer van de finish. Het blijft draaien en keren van helling naar helling. En het blijft ook wonderlikken. En oei. De Volder. De Belgische kampioen voor de tweede keer tegen de vlakte. De Volder mag de overwinning vergeten. Hij is een van de vele slachtoffers. En de echte finale moet dan nog beginnen. Over al deze valpartijen straks natuurlijk veel meer. Maar eerst gaan we naar de koers zelf kijken. Want vanochtend vroeg, om 9:30, hing de spanning al in de lucht op de grote markt van Brugge. Duizenden mensen die wilden niets missen van deze 98e ronde. In totaal startten 200 renners en die moesten 259 kilometer afleggen. Onderweg en vooral in de finale zijn er 17 beklimmingen. Eddy Demares keek van Brugge tot Oudenaarde naar elke demarrage.
Na een uur wedstrijd gaan 11 renners ervandoor. De traditionele lange vlucht is vertrokken. We tellen 4 Belgen, Wallaix, Broeks, Sangle en Van Lanschoot. Ze hebben het gezelschap van onder meer Taylor Finney. Ze krijgen maximaal iets meer dan 6 minuten van het peloton. Daarin dicteert de ploeg van Tom Boonen de wet. Boonen zelf toont op de Molenberg hoe goed hij wel is. Het is nog wel ver, maar de tegenstand is alvast gewaarschuwd. Voorin zijn ze nog met 7. De 4 Belgen zijn nog aan boord. Zagelen leidt op de kassei van de Haaghoek. En ook daar staan enkele gekken. Wel, ik hoop dat ze straks een lap rond zijn oren geven. Hij heeft het verdiend. Die domme toeschouwer bedoelt José de Kouwer uiteraard. Superfavoriet Fabian Cancellara blijft voorlopig verbazend rustig. Hij laat de natuur zijn gang gaan. We maken een sprongetje naar de echte finale, nog 50 kilometer. De leiders zijn nog met 3, de piepjongen Stig Broeks, Finny en Impy. Ze zien op de Paterberg het peloton komen, nog 6 hellingen te gaan. Na de Paterberg is het peloton een groep van 30-40 renners geworden. De Volder is daar niet meer bij geraakt, wel heel veel ploegmaats van Tom Boonen. We gaan naar helling 12, de Koppenberg. De 3 hebben aan de voet nog 25 seconden. In de groep der favorieten trekken Boonen en Terpstra door. Cancellara weet dat hij mee moet. Ook Sagan, Stibar, Degenkolb en Van Marken zitten attent voorin. Op de top worden de vluchters opgegeten. De ploeg Boonen is bijna voltallig. De ploegleider is dan ook duidelijk. Nou, nobody can go without us. Hè? Nobody can go without us. En toch, op de Taaienberg zijn er 2 weg en er is geen ploegmaat van Boonen bij. Boasson Hagen en Dries Deveneins kiezen voor de aanval. Daarachter vraagt Cancellara hulp aan collega topfavoriet Sagan. Ze zitten allebei alleen. Boonen en zijn 3 ploegmaats werken mee. De 2 vluchters worden rap gegrepen. We hebben 14 leiders, nog 34 kilometer en 3 hellingen. Van Avermaat wacht daar niet op. Hij gaat. Boonen stuurt Van den Berg mee als waakhond. De 2 rijden tot een minuut weg. Het is te zeggen Van Avermaat doet dat. Van den Berg is ballast. Daarachter valt het stil. Er komen zelfs nog een pak geloste terug. Op de 3e en laatste beklimming van de oude Quaremont acht Cancellara zijn moment gekomen. Alleen Sepp van Marken slaagt erin zijn wiel te pakken. Tom Boonen zal niet voor de 4e keer de ronde winnen. Hij is op de oude Quaremont zelfs even in een 4e groepje verzeild geraakt. Van Avermaat en Van den Berg beginnen aan de laatste helling, de Paterberg. Maar niks is beslist. Cancellara en Van Marken zijn vlakbij. En ook de groep daarachter met Sagan en Boonen is niet ver. Van den Berg, Parkeggio, hij ziet Van Avermaat kleiner worden en staat op het punt om gegrepen te worden door Sepp van Marken, die hier een poging doet, die de rollen omdraait om de Zwitser eruit te gooien. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. Van Avermaat alleen en dan Van Marken met Cancellara. En Van den Berg. Alleen houdt Van Avermaat niet stand. We krijgen 4 leiders. Cancellara en de Belgen. Van Marken, Van Avermaat en Stijn Van den Berg. Ze gaan samen naar de streep. Van den Berg zit wat ingesloten. Gaan. Dat is lang. Dat is heel lang. Daar gaat Cancellara. Daar gaat Cancellara. En vangen ze hem op. Vangen ze hem op. Vangen ze hem op. Van Avermaat. Van Avermaat met lange halen. Cancellara is sterk. Cancellara is verdomd sterk. Komt Van Avermaat daar nog aan. Komt Van Avermaat daar nog aan. Cancellara wint de Ronde van Vlaanderen. Van Avermaat is 2e. Van Marken is 3e. En Stijn van den Berg is 4e. De leepste en de sterkste heeft gewonnen. Cancellara is voortaan mede recordhouder wat rondezegens betreft, want het is zijn 3e. Daar hoort een dikke knuffel van mevrouw bij. Tom Boonen blijft voorlopig ook op 3 stuk steken. Hij finisht als 7e. Voor Sagan was de koers te lang. Hij wordt 14e. Ver achter Fabian Cancellara! Derde keer dus voor Fabian Cancellara. En die zei het al, zo is hij de 6e renner die Vlaanderens mooiste 3 keer kan winnen. Uiteraard was Spartacus tevreden dat hij 3 Vlamingen te snel af was. Het was zo tough en I almost get dropped 2 times when they attacked. And then I don't know, I just everything went well on the end. I mean, when I passed the finish line. It's just amazing. I mean, it was for spectators at home was for sure a nice kind of track final because it was man against man, and I just keep pushing and bringing this home to the team, and like I promised to my wife to come again as the first
ride it to the finish to bring the flower home. And I think, it's an amazing day again. And feel sorry for the Belgians. I went against 3 Belgians, and but now I'm just happy. And now let's rock the bus at the team bus, and have a nice evening. Uiteraard kaarten we nog na met Michel Wuits. Dag Michel, goedenavond. Een van de 3 topfavorieten heeft het gehaald. En het is geen strijd geworden met Bonen en Sagan. Was de Zwitser andermaal de beste? Ja, dat kun je zonder meer stellen. Uiteraard kun je niet zeggen dat hij dit jaar zo fors uitgehaald heeft als vorig jaar. Toen was het overwicht nog groter. Maar hij heeft het wel op een zeer geraffineerde manier gedaan. Hij zat vaak in isolement en is daar toch wel iedere keer uitgeraakt. Door forcing te voeren op de oude Quaremont. Door mee het gat dicht te rijden met Van Marken, waar hij niet van afgeraakte, op de 2 vluchters. En dan vooral door zijn mentaal overwicht op te dringen in de finale naar de sprint toe. Dat was een huzarenstukje. En Cancellara weet voor de 3de keer, dat kun je niet naast. Zonder meer de beste man in de koers, punt. Ja, Michel, maar voor ons is het natuurlijk een beetje zuur als er 3 Vlamingen mee in de kopgroep zitten. En die worden dan verslagen. Ik wil graag jouw mening eens horen over het volgende beeld. Dat lijkt mij niet het beeld te zijn dat we nu moeten te zien krijgen. Want dit zijn nog maar eens de valpartijen. Ik weet niet of we dat meteen kunnen krijgen. Het gaat in elk geval, Michel, over de actie op 3 kilometer van de finish. Dat is hier beter te zien, inderdaad. Van den Berg en Van Avermaat, die rijden daar vooraan. Die zijn weg. Cancellara krijgt het gat niet meteen dicht. Of wil dat niet doen, dat kan ook. Van Marken gaat iets zo meteen wel doen. Cancellara kijkt om tot 2-3 keer toe. En gaat dan aan de kant. Van Marken rijdt het gat dicht. Michel, kan je begrijpen dat de mensen dit geen al te slimme daad vinden van Van Marken? In de wetenschap dat de geschiedenis leert dat als je het gaatje dichtrijdt, je eigen kansen in de sprint verkeken zijn. Ik heb al een goede 30 sms'jes gekregen. Hoe kan dat nu? 3 Belgen die zich in de luren laten leggen door een Zwitser. Wel, dat kan. We zijn anno 2014. Vaderlandslievendheid speelt op dat moment niet, hè, Stef? Het gaat om het ploegenbelang, het individuele belang. Alle 3 de Belgen wilden hier hun Ronde van Vlaanderen winnen. En Van Marken was er echt van overtuigd dat hij kon winnen. Sterker zelfs, als je de demarrage goed bestudeert, dan wil Van Marken van Cancellara af. Alleen, nogmaals, het mentale overwicht en de kracht van Cancellara staat uiteindelijk boven alles. Punt. Ja, je ziet geen afgesproken spel om Cancellara te laten winnen hier? Nee. We moeten geen spoken zien. Hè. Het gaat om veel geld aan de Ronde van Vlaanderen. Winst in de Ronde van Vlaanderen hangt een aardige stuiver op. Van Marken die wilde voor eigen kracht, voor eigen winst. Sinds vorig jaar in Parijs-Roubaix, waar hij eigenlijk helemaal stuk zat, heeft hij opgebouwd naar deze periode. En die wil ook met Cancellara afrekenen, zonder meer. Goed, Michel. Ik kom straks nog terug tot bij jou. Laten we nu maar meteen doorschakelen naar Maarten van Gramberen. Dag Maarten, want die staat bij de verliezer van de dag. Ja, allicht was Van Avermaat misschien wel beter nog dan Cancellara. Heeft hij zijn verlies al kunnen plaatsen, Maarten? Ja, Steffen Feij, de grootste verliezer van de dag is, dat weet ik niet. Hij was misschien wel de sterkste renner van de dag, hè, zoals je net zei. Greg Van Avermaat, welk gevoel overheerst er nu bij jou? Het feit dat je die Ronde van Vlaanderen verloren hebt of het feit dat je eigenlijk een dijk van een wedstrijd hebt gereden? Ja, is hij natuurlijk teleurgesteld omdat je zo dichtbij zit. En het is de wedstrijd waar je het meest naar uitkijkt van het jaar. En als je dan tweede zit, is het normaal dat je teleurgesteld zit. Maar langs de andere kant zou je dan... Nu ben ik al een beetje meer tevreden, omdat er gebeurt zoveel in koers. En als je dan tweede kunt eindigen achter toch een sterke Fabian Cancellara, dan overheerst wel nog een tevreden gevoel ook. Ja. Je hebt ook jouw nodige dosis pech gehad. Hè. Je stond daar te voet in de afdaling naar de Paterberg, eerste beklimming van de Paterberg. En dan gebeurt daar heel veel. Hè. Beschrijf het allemaal eens. Ja, het is eigenlijk het slechtste moment voor plat te vallen, denk ik. En ik val plat en ik roep direct naar Klaas voor te stoppen, voor een wiel af te geven. En we stoppen langs de rechtse kant van de weg, redelijk goed in het gras, denk ik. En dan komen natuurlijk alle renners gepasseerd. En ik denk dat de Volder daar ook valt en Klaas wordt geraakt. En hij ligt dan in het gras. Maar ja, op die moment denkt hij alleen maar aan
vooruit. En je bent dan zo helder om toch zelf dat wiel uit de fiets van Klaas Lodewijk te nemen? Ja, dat was de enige optie. Ik moest zijn wiel pakken en eerst mijn wiel veranderen, dan zijn wiel gaan halen, want hij lag een beetje verderop. En dan teruglopen en terug mijn wiel erin en zo snel mogelijk weg. Ja, zo snel mogelijk weg. Je komt dan terug, je gaat zelf aanvallen op de Taaienberg. Je zit dan vooruit met Stijn van den Berg. Eigenlijk weet je dat hij niet mag meerijden, dat hij niet mag overpakken. Hoop je stiekem dat hij dat toch doet? Ja, zeker ja. Eerst zei hij direct, ik rijd niet mee. Maar dan probeerde ik ook gewoon tempo te rijden en zoveel mogelijk voorsprong te pakken. En als die voorsprong dan een beetje oploopt, misschien ja, 40, 50 seconden had ik gehoopt. Ja, dat zou ik vanuit de ploegleiding gingen zeggen tegen hem. Nu mogen we meerijden. Want dan had er zeker een Belg gewonnen. Ja, de kans zat erin voor 1 en 2 te zijn, denk ik. Ik denk als hij meerijdt, dan als je ziet hoe ver we nu al geraken, ik alleen en toch nog iets op reserve. Want je weet nooit, als hij van achter mijn rug demareert of zo, dan sta ik er alleen. Dus het was altijd een klein beetje inhouden. En als hij meerijdt, denk ik dat we tot in Oudenaarden kunnen rijden als het tweede, denk ik. Maar goed, de ploegbelangen die spelen, dat is nu eenmaal zo. Hè. Je hebt nooit gedacht om zelf de benen stil te houden. Was aanvallen echt voor jou het codewoord vandaag? Ja, dat wel, ja. Op die moment, achter die pech, kwam ik ook al terug. Ik had al krachten verspeeld en dat was gewoon... Nu gaan we er het beste van maken. Ik zit in de positie dat ik wil zitten. En die moment was voor mij ook de ideale moment om aan te vallen en koers te maken. Ik denk dat dat nog altijd het beste mee past en dat ik daar ook de meeste resultaten mee rijd. Het feit dat je die sprint verliest van Cancellara, is dat omdat je te veel energie hebt moeten stoppen in de terugkeer naar voren? Ja, dat loopt natuurlijk met veel energie weg. Hè. Je moet rekenen, je zit ook 30 kilometer altijd in de wind te rijden. Dan zijn ze moe op het einde van zo'n wedstrijd. Je hebt geen fouten gemaakt, vooral duidelijkheid. Dat gevoel heb je niet. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk de sprint dat we met 3 op dezelfde lijn beginnen. We beginnen heel laat te sprinten. Maar ik stond niet lekker in het niesblad en een tand te groot. En ik pakte er. Ik kon direct mee beginnen sprinten met die mannen. En ja, op zo'n sprint denk ik dat Fabian net die extra ervaring heeft, maar ook die extra tikkelijke kracht zo voor aan te zetten. En dat was pittig dat ik er niet meer over geraakte. Ja, en volgende week ga jij Cancellara erop leggen in de Velodroom in Roubaix-Gregg. Ja, wat ons hopen. Oké, prima. Dankjewel. Veel succes in ieder geval. Ja, Stef, hij is nog een beetje ontgoocheld, dat merk je. Hij moet de knop nog omdraaien. Maar schrijf hem toch al maar op voor de hel van het noorden volgende week. Bedankt, Maarten. Ja, en niet alleen Van Avermaat zal slecht slapen, ook Van Marken en Van den Berg missen dus de opperste glorie. En Omega Pharma Quickstep was in de breedte de beste, maar die konden ook niet winnen. Je ziet dat we de 14 man wegrijden op 40 kilometer van de meet. En we zijn met 4 mee, dat was een perfecte situatie. Daar moet je gewoon de juiste man mee zijn. En eigenlijk voor de wedstrijd hadden we de opdracht gegeven aan Nicky en Zennik om dan in de juiste groep te zitten. En het was Stijn. Kan Stijn niks verwijten, hij heeft zijn werk gedaan zoals hij moest doen. Hij heeft toch geen meter opgenomen. Als dan een acceleratie komt, hadden we gedacht, oké, deze twee mannen, was de juiste man niet. Ja, ik mocht niet op kop rijden van Wilfried, wat ook wel normaal is. Want ik ben niet zo rap in de sprint. Ik heb echt het maximum geprobeerd op 3 kilometer van de meet. Maar ik voel al op de Patersberg, het beste was eraf. Ik had redelijk wat krampen vanaf de Patersberg al. Ik vind het wel spijtig dat ik net geen podium heb, maar ja... Ik heb mijn best gedaan. Ik kwam gewoon nog een procentje tekort. En dat is eigenlijk alles me samengevat. Ik voelde me eigenlijk heel goed. Tot op 230 kilometer. En toen begon het licht een beetje uit te gaan. Moest ik goed zien wat ik deed. Dan heb ik alles goed ingedeeld. En op de Kwaremond kwam ik iets tekort. Maar ik kon nog terugkomen. En dat was een beetje het verhaal van de finale. Ik denk dat ik al tevreden mag zijn. Dat ik al een pak beter was dan vorige week. Een heel pak. En nu is het alles nog volgende week. Sepp van Marken, weer Cancellara op jouw weg. Hè? Ja, altijd miserie. Maar zonder Cancellara raakte ik ook niet meer vooraan. Ik zat in de finale, kreeg ik redelijk wat krampen. En eigenlijk op dat moment was ik blij dat hij er was. Totdat ik erbij was, dan wenste ik dat hij er niet meer was. Dag dames en heren, dit is de Ronde van Vlaanderen.
De Ronde van Vlaanderen, dat is een vroege vlucht van een groepje figuranten. Dit is hem, ontstaan na 20 kilometer. Ze zijn met 7 zonder Belgen en ze krijgen maximaal 6,5 minuut. Ideaal voor de grote kanonnen in de lange aanloop naar de finale. Maar je moet wel recht blijven natuurlijk. Dit is de eerste valpartij, maar wie is het slachtoffer? Sir Bradley Wiggins, potverdorie. Hij gooit zijn dure fiets boos weg en moet even achtervolgen. Op de Wolvenberg staat Paulini te voet, de heroïsche winnaar van de heroïsche Gent-Wevelgem van vorige week. Hij maakt er zich niet bepaald druk over, want... Dit is de Ronde van Vlaanderen. Dat ervaren ook Johnny Hogerland en Matteo Tossato. En wie zullen we dan in de kant hebben staan? Peter Sagan. Niet echt meer bij de favorieten gerekend na zijn falen in de E3 Harelbeke anderhalve week geleden. Nog een dikke 100 kilometer en de vluchters maken zich boos op de bestuurder van een volgwagen. Ze zijn nog met 6 en niet omdat er eentje niet meer kan volgen. Ai, dit is jammer. Dit is een ramp. De Nieuw-Zeelander Jesse Sargent moet afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Een ploegmaat van de al onfortuinlijke Cancellara. Pech op de weg, het hoort er gewoon bij. Dit is John Degenkolb, winnaar van Milaan-San Remo, te voet tussen helling 9 en 10, de Valkenberg en de Kaperij. En te voet staan, dat doe je nooit zonder gevaar, niet voor, niet in en niet achter het peloton. Ja, een ongeval in de volkaravan neutrale wagen. Reed Pardoes tegen de volgauto van FDG. Hectisch. Hebben we het nu eindelijk gehad met al die miserie? Nee hoor. Oh. Wat gebeurt hier allemaal? De boog wordt al maar slapper. En nu dat zou toch niet mogen? Het is alsof de duivel ermee gemoeid is. Kunnen we ook een keer gewoon gaan koersen, ja? Het lijkt erop, want op helling 13, de Paterberg, worden de laatste vluchters gegrepen. De Fransman Godin gaat het nog net iets langer uitzingen dan de Deen Lars Bak. Voor de Koppenberg valt André Greipel aan, niet voor het eerst vandaag. De sprinter zal ook als eerste boven komen op de verschrikkelijke helling nummer 14. Achter hem komen de toppers hun plaats voorin opeisen. De Volder, Thomas Paulini, wat verderop van Marke, Christophe en Sagan. Sir Bradley Wiggins, die zakt door het ijs. Nog veel werk voor Parijs-Roubaix, denk je dan. Op de Taaienberg rijdt plots een Kazak op kop. Lutsenko is de naam. Nog 37 kilometer en we zijn nog met veel te veel, denkt Craig van Avermaat. Hij schudt een keer tuchtig aan de boom. Nog 3 hellingen. Nu gaat het kraken in alle voegen. Hè? Dit is de Ronde van Vlaanderen. De jonge Thijs Benoot die kraakt voorlopig niet. Hij sleurt aan kop op de Kruisberg. Boom, De Volder, Thomas, Degenkolb, Van Avermaat, Roelands, Deveneins, Pozzato, Sagan. Ze zitten allemaal nog goed. Wie niet mee is, is Sepp van Marke. Hij is verzeild geraakt in een tweede groep, maar Van Marke wil niet buigen. Hij probeert in zijn eentje de sprong te maken. Van Marke komt dicht, erg dicht, maar hij geraakt er niet meer bij. Vooraan zijn net op dat moment 2 grote vogels gaan vliegen. Niki Terpstra en topfavoriet Alexander Christophe. Op de Oude Quaremont gaan Thomas en Stibar in de achtervolging, maar zij kunnen hun inspanning niet doortrekken. Nog voor de Paterberg, de laatste helling, hebben de twee een halve minuut. Op de Paterberg is Van Avermaat het wachten beu. Hij gaat. Van Avermaat boven op 20 seconden. Sagan op 23. Dan hier de rest. Thomas, dat is op 27. Met Stibar, met Degenkolb, met Boom. Hier komt Benoot boven. Dat is op een halve minuut. Van Avermaat raakt bijna iedereen kwijt in de achtervolging. Alleen Sagan hangt er nog aan. Nog 10 kilometer. Van Avermaat en Sagan hebben 19 seconden achterstand op Terpstra en Christophe. Ze kunnen ze zien rijden in de verte. Het wordt een gevecht van 2 tegen 2 tot in de laatste rechte lijn. Oh, kijk eens hoe dicht ze zitten. Kijk eens hoe dicht ze nog komen. Close but no cigar. Terpstra of Christophe. Eén van die twee wint. Terpstra gokt het op een sprint en vangt Christophe hem op. Komt Terpstra daarover? Of is Christophe gewoon veel te sterk? Nou, die is gewoon veel te sterk. Die gaat hem ook nog gewoon uit het wiel koersen. Het is de Noord die de Ronde van Vlaanderen wint. Christophe is de sterkste renner van het moment. Niks Terpstra aan te doen. Is tweede. En Van Avermaat is een goede derde. Andermaal een goede derde. De driedaagse van de pannenkoekzijde en nu ook de Ronde van Vlaanderen. Deze stoere Noor was deze week de wielerkeizer van Vlaanderen. Christophe dus voor Terpstra, Van Avermaat voor Sagan. De 21-jarige Thijs Benoot was de tweede Belg vandaag. Lars Boom was zesde, John Degenkolb zevende, Jurgen Roelands was achtste. Zdenek Stibar negende en Martin Almegger vervolledigt de top 10. In Oudenaarde, na een lange koersdag, Michel Wuits. Dag Michel, goedenavond. Ja, de analyse lijkt me duidelijk, hè? De logica is gerespecteerd. De beste van het voorjaar heeft gewonnen.
Ik zou zelfs durven zeggen dat Alexander Kristoff de beste renner van het moment is. Hij staat er, Jan Doorie, al 3 maanden. Hij won in Qatar, hij won in Oman, hij won in Parijs-Nice. Werd tussendoor tweede in Milan-San Remo. Kuiste de hele kuststreek op in de driedaagse van de Pannacockzijde. Hij reed daar ook een dijk van een tijdrit. En dan op deze manier de Ronde van Vlaanderen winnen. Nou, als sprinter had hij kunnen wachten, dat heeft hij niet gedaan. Hij is op de bergjes meegegaan en heeft het zelf afgedwongen. Zoals ik zei, de beste van het moment, Step. Ja, Michel, hij is 27 jaar intussen. Tot vorig jaar, toen hij Milaan-San Remo won, ja, was hij toch voor het grote publiek een grote onbekende. Hoe verklaar je zijn vooruitgang? Ja, hij kwam toch op zijn 23ste al binnen, al lonken met heel veel talent. Hij kwam tot volle rijdom nu. Hij is 27, dan ben je atletisch op je sterkst. Maar heeft er ook een pak ervaring bij opgedaan. Hè. Hij won vorig jaar 2 ritten in de Tour, maar was vorig jaar ook al 5e in de Ronde van Vlaanderen. En 2 jaar geleden zelfs 4e. En zei toen, vooral vorig jaar, van ik had eigenlijk met wat meer zelfvertrouwen ook kunnen winnen. Wel, dat zelfvertrouwen heeft hij ook opgedaan. Hij heeft bovendien ook behoorlijk wat terreinkennis opgedaan. En durft uit zijn pijp komen. Hè. Hij zet de rest onder druk. Ik zou zelfs durven zeggen dat de opvolger van Tom Boonen geen Vlaming is, maar een Noor. Iemand die zich ontwikkelt van topsprinter in grote pelotons tot klassicus. En het zal niet lang duren voordat hij zo'n klassieker zoals deze, de Ronde van Vlaanderen, of misschien zelfs Parijs-Roubaix, wint door alleen weg te rijden. Oké, okay, Michel, we komen zo meteen terug. Maar laten we eerst de grote winnaar zelf aan het woord. En dat is natuurlijk Alexander Kristoff. Alexander Kristoff, many congratulations. I see the future of Norwegian cycling is assured. Yeah, the future is here also. So yeah, I'm really happy to win today with also my family is here today. And yeah, it was the big dream and my big goal this season. And I managed to do it. So the whole team worked great. And at the end, I came with Nicky. And of course, he was not really want to work at the end with me, but I understand that, and at the end I could still beat him, so I'm really happy to win, and yeah, it's a really great feeling. What made you attack that early? Because Kreuzberg, that's 25 plus from the finish line. Yeah, so Nicky went, and I know he's one of the most dangerous guys from Etics, and I followed, and I was also with him last year, and we worked good together last year for the 5th place, and this year we was working for the first place, so it was even more fun this year. What's your son's name, and is he going to Paris-Roubaix where you want to win again? He's not going to Paris-Roubaix, and his name is Leo, huh? Yeah, he's going home tomorrow, so he was just there for this race, and yeah, Tuesday he's back in kindergarten. You think you're able to pull off the double? I hope, but now I'm really happy just to win this one, and I liked always better Flanders. I am suffering a little bit more in Roubaix normally, so I'm not expecting to win there, but I will try, of course. Michel, Nicky Terpstra, die meerheid met een van de snelste sprinters van het moment. Is dat de juiste koerstactiek? Of is tweede nu eenmaal een belangrijke plaats geworden? Ja, dat is zeker een belangrijke plaats. Daar zijn een pak pro-tourpunten aan verbonden. Maar essentieel was het moment waarop Stibar afhaakte. Tot dan was de move op de Kruisberg van Terpstra uitstekend gezien. Als ze hem zouden terugpakken, dan konden ze altijd gokken op een in de wielen rijdende Stibar. Maar die moest er Jan Doorie af. En dan had hij geen keuze meer. Wachten was ook geen optie. Dan moest hij mee met Sterkenhoor. En dan heeft hij ook nog zwaar gegokt. Dus wat mij betreft heeft Terpstra daar wel de juiste keuze gemaakt. Het is overigens zonder Tom Boonen toch ook wel de beste. Hè? Hij was ook bij Etics Quickstep tweede in Gent-Wevelgem en nu weer tweede. Ik stel voor dat we eens luisteren naar wat men daar in het kamp bij Etics Quickstep over dacht over Terpstra. Laten we met hem beginnen. Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel weer een ereplaats in de topkoers, een monument. Dus ja, daar ben ik wel tevreden mee. Maar ja, ik had liever gewonnen. Ik heb al heel veel tweede plaatsen dit seizoen. Dus dat wordt wel een beetje vervelend. Maar ja, Kristoff was gewoon te sterk vandaag. Ik kan van de jongens niks verwijten en ik denk het hoogste resultaat hebben we vandaag behaald. Op een bepaald moment op de oude Quaremont rijdt Terpstra met Kristoff. En daarachter komt Stibar met Thomas. Terpstra reed toen op kop. Hoe zie jij dat? Ik denk dat de situatie, hij moest gewoon Kristoff eraf proberen te rijden. En dat was de afspraak ook. En Stibar moest gewoon bij Thomas blijven en dat heeft hij perfect gedaan. Gewoon
Christophe was vandaag veel sterker dan Nicky, of veel, veel sneller, om het zo maar te noemen. Ik denk dat het de maximum haalbare was. Dus je ziet dat wat ze wegrijden. Alexander Christophe topfavoriet. Nicky is mee, de anderen kijken een beetje kat uit de boom. Mooi weer. Wel een lastige koers, maar iedereen wacht. Sky controleert de koers, maar op dat moment rijden de twee beste weg, denk ik. Echt. En dan zie je de Patersberg. Stibar countert iedereen heel goed. De Patersberg moet even plooien. Maar je had al een pijl of twee verschoten ervoor. En daar rijdt Van Avermaet naar Sagan weg. Is er een moment waarop je dacht, ik rij hem los? Nee. Ja, van tevoren, ik dacht natuurlijk van tevoren, van, nou, dat zijn momenten. Natuurlijk de Quaremont, de Patersberg, maar daar reed hij gewoon te hard. Michel, de beste Belg was net als vorig jaar Greg van Avermaet. Ja, hij werd derde nu. Je zou het hem zo gunnen, maar hij kwam alweer iets tekort. Wordt dat niet een beetje het verhaal van zijn carrière? Ja, daar vrezen we een beetje voor. Samen met mij ook nog andere kenners. Maar dat ligt nu eenmaal aan zijn temperament. Hij wil graag fel koersen. Hij wil die wedstrijd openbeuken. En heeft het ongeluk dat de meesten niet met hem willen meedoen. Er zijn er te weinig van het tippen van Avermaet. Mochten er zo 4-5 zijn, dan zou Van Avermaet wellicht al lang een klassieker gewonnen hebben. Maar er is niks zo moeilijk in het leven dan vechten tegen het temperament. Maar mocht ik van hem zijn, ik zou toch niet stoppen met hopen. Er komen nog kansen en vroeg of laat gaan er toch wel een paar zijn die met Van Avermaet naar de streep willen. En dan hebben ze een probleem, want zoals hij vandaag Sagan letterlijk uit het wiel reed, dat was toch getuige van klasse, hè? Maar hij gaat die kansen, denk ik, in de toekomst zelf ook nog ruim afdwingen. Het is gewoon een sterke beer. Ik heb er met hem samen in de ploeg gereden. En dan weten dat het moeilijk is. En Vlaanderen ligt hem het beste, denk ik, van alle tweede koersen van Vlaanderen of Roubaix. We hebben geprobeerd, ik met Sagan, om dichter te komen. Maar Sagan was niet echt super. Hij voelde hem niet echt super goed meer. En het was altijd moeilijk om het tempo terug op te trekken. En we kwamen dan op een bepaald moment toch wel wat dichter. En dan begon ik er toch wel in te geloven. En dan hoopte natuurlijk dat ze de benen stil hadden van voor en dat je nog kunt bijkomen. Maar dat was spijtig genoeg niet het geval. Ja, Greg van Avermaet, eerste Belg. Maar er waren toch enkele die we niet in de finale gezien hebben. Renners van Lotto Soudal, als Jurgen Roelands bijvoorbeeld. En Sepp van Marke van die andere Lotto-ploeg, de Nederlandse dan. Had ze misschien een beetje getwijfeld vooraan, kwam ik er terug bij. Maar ik heb gefaald. En dus zit je nu enorm ontgoocheld? Ja, zeker. Ja. Ik kom hier met de gedachte om te winnen. En uiteindelijk val je op zo'n manier. Dan zit je met een grote ontgoocheling. Ja. Opnieuw opladen voor volgende week, Sepp? Ja, dat gaan we proberen. Okay. Ja, ik denk wel dat de twee beste weg waren. Want Quaremont gaat Thomas vol en hij komt ook niet echt dichter, denk ik. Hè, dus. Jullie hebben die koers voortdurend hard gemaakt. Hè? Altijd mee in de aanval, altijd een mannetje mee voorin. Ja, de ploeg is goed bezig en we rijden de laatste week nog altijd aanvallend. En dat was de bedoeling om dat zo verder te zetten. En op die manier blijven in koers. Het is beter om voor te rijden dan erachter te moeten rijden. I think with the team wise we did a really good race and tried to make the race a bit harder. But of course with the team Sky was the race a bit blocked today and. But still, I think we did a really good team performance. Nog één ding, dit is heel veelbelovend voor de toekomst. Hè. Als je dit kan, zo jong zijn en al vijfde worden in jouw eerste ronde van Vlaanderen. Ja, we zullen zien. We blijven er rustig bij en dan zien we wel wat ik uitkom in een paar jaar. Drama en heroïek, het zijn twee woorden die met elkaar verweven zijn als we het over de Ronde van Vlaanderen hebben. Vandaag was het niet anders. Vlaanderens mooiste, de 100ste editie dan nog, was er weer één om in te kaderen. Naar jaarlijkse gewoonte stond er vanmorgen vroeg een massa volk op de Markt van Brugge om de hoofdrolspelers van dichtbij te kunnen zien. Met in de eerste plaats de twee topfavorieten, Fabian Cancellara en wereldkampioen Peter Sagan.
Om 10:15 vertrekken dan 200 voor 255 kilometer en 18 beklimmingen. En door het goede weer en de droge wegen is het een snelle ronde. Het duurt 80 kilometer vooraleer er een kopgroep wegraakt. Het is een zestal met één Belg, Gijs van Hoeken. De hoge snelheid heeft zijn gevolgen in het peloton, met een aantal valpartijen. Het eerste slachtoffer is Arnaud Démare, de winnaar van Milan-San Remo, geeft op. Sepp van Marke was betrokken bij dezelfde val en gaat amper een paar kilometer verderop opnieuw tegen de vlakte. Maar ook nu kan hij verder. Een paar andere Belgische kanshebbers hebben minder geluk. Daar weer een val. Weer een val. En weer vooraan in de wedstrijd. Dat zou kunnen betekenen dat andermaal favorieten daar tegen de grond liggen. Of mede-favorieten daar opgehouden zijn. Deze keer is Thies Benoot de ongelukkige. Hij ziet zijn ronde vroeg eindigen. Een gevallen drinkbus is de boosdoener voor de revelatie van vorig jaar. In de nasleep rijdt een volgauto, een mechanicien, omver. Op de Molenberg trekt Tony Martin door. Met nog meer dan 100 kilometer te gaan, neemt de ploeg van Bonen de koers in handen. Het gevolg is verbrokkeling. Die wordt later wel hersteld, maar de snelheid ligt hoog en dan weet je wat er kan gebeuren. Een val. De mannen van de BMC die elkaar daar uitschakelen, één voor één. BMC verliest een halve ploeg en vooral Greg van Avermaat is erbij. Een sleutelbeenbreuk is de diagnose. Ook zijn ronde zit erop. De frustratie en de ontgoocheling zijn groot. Dit is onze grootste favoriet. Het is een nerveuze ronde van Vlaanderen met wisselende situaties. Op de tweede doortocht op de Oude Quaremond springt Stijn van den Berg weg uit het peloton. Een nieuwe zet van de Blauwe Garde. De Nederlander Dylan van Baarle gaat mee. En de namen worden alleen maar groter. Kwiatkowski en Sagan zijn de volgende mannen die zich tonen. Stijn de Volder is sterk in dienst van Cancellara in de achtergrond, maar hij moet uiteindelijk passen. Eén man kan wel nog de sprong maken. Van Marke is op komst. Van Marke poeft er alleen naartoe. En er zit niet meteen iemand in de buurt die dat ook gaat doen. Indrukwekkende inspanning van Sepp van Marke. Sagan, Van Marke en Kwiatkowski maken, net als Van den Berg en Van Baarle, de sprong naar de kop van de wedstrijd. André Greipel heeft dat eerder ook al gedaan. Bonen en Terpstra hebben met Van den Berg een ploegmaat vooraan, Cancellara niet. Hij weet dus wat hem te doen staat op de voorlaatste helling, de derde keer Oude Quaremond. Daar ment Sagan de kopgroep, Van den Berg kraakt. In de achtergrond schuift Cancellara op. Hij is hier met een missie, zijn laatste ronde van Vlaanderen winnen. Maar ook vooraan gaat het snel. We zijn nu nog met z'n twee. Hier hebben we de wereldkampioen Sagan en Van Marke. Is dat definitief of Cancellara kan die daar nog aan? Ja, we moeten toch even een beetje gaan zitten ook. Cancellara moet inderdaad gaan zitten. Hij krijgt wat later het gezelschap van Terpstra. Sagan en Van Marke snellen naar de laatste helling, de Paterberg. De voorsprong op Cancellara en Terpstra is klein, maar de wereldkampioen voelt dat hij de sterkste is. En Sepp van Marke voelt dat ook. Langzaamaan moet hij Sagan laten gaan. En is dit de versnelling die Van Marke nekt? Ja. Van Marke lijkt inderdaad stil te staan. Gaat parkeren. Hij is vertrokken. Peter de Grote is weg. Boven op de Paterberg komt Cancellara bij Van Marke. Samen duiken de tweede afdaling in op zoek naar Sagan, maar die is weg. Hij weet wat hij doet en zet een knappe solo neer in de 13 kilometer richting Oudenaarde. Daar komt de held van de dag. Daar komt Peter Sagan. Daar komt de wereldkampioen. Die deze wedstrijd naar zijn hand zette. Die iedereen naar huis reed. Die in die lange laatste fase Cancellara en Van Marke afhield. En Vlaanderens mooiste wint als wereldkampioen. Dat is meer dan een droom. Een gedroomde winnaar. Fabian Cancellara wuift de Ronde van Vlaanderen uit met een tweede plaats. Sepp van Marke is derde. Maar de 100ste ronde is die van Peter Sagan. Hij is nog maar de 5e renner die de ronde wint in de regenboogtrui, na Bobet, Van Looy, Merckx en Bonen. Na de finish viert acrobaat Sagan, zoals alleen hij dat kan, met een wheelie. Op het podium volgt een omhelzing met Cancellara en Van Marke en een gouden bloemenkrans. De feesteditie van de Ronde van Vlaanderen heeft een gouden podium en een gouden winnaar. Voor de volledigheid geven we u nog de top 10 van vandaag. Achter Van Marke en Cancellara won de winnaar van vorig jaar, Alexander Kristoff, de spurt om de 4e plaats. Voor Rowe, Van Baarle, Erviti, Stibar, de verrassende Klaes als 2e Belg en Terpstra. En daar moeten we nog even over napraten met onze specialist in aankomstplaats Oudenaarde, Michel Wuits. Ja, Michel, een hele mooie koers, een hele mooie winnaar ook. Maar zeg eens, hoezeer heb jij genoten van de wereldkampioen?
Bijzonder veel genoten. Ik heb uitleg, commentaren mogen geven bij een hele mooie speelfilm, bij een thriller met veel onverwachte wendingen, met dramatiek, met tranen op asfalt, met fantastisch aanvalswerk, een open strijd. En dan wat een winnaar, de Brad Pitt van het wielrennen, heeft de Ronde van Vlaanderen binnengehaald als wereldkampioen. En dat geeft toch een unieke ervaring, mag ik zeggen. Ja, dat moeten we nog eens hebben over die laatste 13 kilometer waarin hij solo, ja, zonder moeite eigenlijk Cancellara en Van Marken van zich afhoudt. Zijn voorsprong zelfs nog vergroot. Was je zelf verrast dat hij dat ook kon? Ja, toch wel. Ik heb het hem nog zien doen 3 jaar geleden in Gent-Wevelgem. Toen reed hij weg van de kop af, maar dat ging over een goede 3,5 kilometer. En nu op 13 kilometer van het einde na zo'n zware strijd. Maar dat is eigen aan grote kampioenen. Als ze het eventueel moeilijk zouden kunnen krijgen, dan kunnen ze boven zichzelf uitrijden. En dat heeft hij gedaan, zoals Bonen dat deed in 2005. Schijnbaar op het punt staan om ingelopen te worden en dan toch weer wegrijden met absolute overmacht, met grote klasse. Ik stel voor dat we zo'n grote meneer eens aan het woord laten. Hier is Peter Sagan. Ah, I feel very good. I'm very happy. And it was... It was super hard, the race, from the start until the finish, always full gas. We have to think also about two guys what died last week. And it's very sad, but I want to dedicate this to them. You've won a monument now. Next week there's another one, Paris-Roubaix. You might do the double. It's been done before. I'm very happy also for this, and now I want to have fun after this big victory, and next week, we think next week, not now. Nou, straks hebben we het ook nog over Parijs-Roubaix, maar eerst Cancellara en Van Marken. Cancellara op 2, Van Marken op 3. En daarmee hebben we er 2 die in de eerste 4 geëindigd zijn, ook in Gent-Wevelgem vorige week. Hoe opmerkelijk is dat? Eigenlijk niet. Omdat Gent-Wevelgem ook het gehalte had van een monument. Een wedstrijd van ruim 240 kilometer met ook extreem aanvalswerk. En dan blijven de betere overeind. En dan zie je Sagan daar winnen. Dan is Van Marken tweede en Cancellara vierde. Het is geen toeval dat het op één en dezelfde week weer opnieuw gebeurt. Gewoon de klasse die los van alle andere kleine details toch bovendrijft. Ja, en opvallend was ook dat Cancellara plafonneerde op de Quaremont en Van Marken op de Paterberg. Waren ze eigenlijk net niet goed genoeg? Ik denk dat Cancellara zijn kans verprutst heeft. Toen Sagan wegreed met Kwiatkowski, heeft hij een seconde getwijfeld. Maar ik denk dat hij de angst had om hetzelfde te overkomen, of dat hem hetzelfde zou overkomen zijn, zoals in Gent-Wevelgem. Toen moest hij in extremis ook passen in de sprint en werd hij slechts vierde. En Van Marken heeft de pech gehad te vallen en ruim 50 kilometer te sukkelen met zijn fiets. En dat heeft hem mogelijk parten gespeeld in de finale. Maar aan Sagan was vandaag toch echt niks te doen. Ik stel voor dat we eens naar Cancellara en Van Marken luisteren. Dat zullen we zo dadelijk gaan doen. Eerst nog een opvallende naam in die top 10. Op plaats 9 als tweede Belg. Dimitri Klaes van de Wanty Groep Gobert. Ja, wie is die jongen eigenlijk? Een jongen van 28 uit Sint-Amansberg. Een laadbloeier. In kleine ploegen stilaan gegroeid. En het bewijst dat je ook voor de lange weg kunt kiezen. Hè? Dat je beetje bij beetje in kleinere wedstrijden je plaats kunt verwerven. En heeft hij dat vandaag gedaan in een grote klassieker. En dat in moeilijke omstandigheden. Want na het overlijden van zijn ploegmaat Antoine de Moitier heeft hij een bijzonder geladen week achter de rug. En ik denk dat het ook daar zal overgaan in het gesprek nu met Dimitri Klaes. Ja, eerst en vooral tot een enorm zware week en 2 goede vrienden verloren. Dus ja, we waren er echt op gebrand om iets te laten zien vandaag. En Hilaire had mij gezegd, voor de koers probeer te anticiperen. Hij had gezegd dat we stijl in de gaten, maar ik was eigenlijk al een beetje vroeger vertrokken. Ik voelde mij redelijk goed, dus ik dacht, ik ga proberen van voor de tweede keer de Quaremont toch al gehad hebben, om dan misschien mee te gaan met die eerste. Het was van die eerste deelname, dus ik kan alleen maar nog verbeteren, denk ik. En ik hoop van mij nog te laten zien de komende jaren ook. Ja, en de reactie van Cancellara en Van Marken die staat ook klaar intussen. Even luisteren naar wat zij te zeggen hebben. And I
tried to manage on Quaremont and, yeah. and on Paterberg, but yeah, also there is this 1 second. Instead of being ahead on my schedule, I was more behind, so I had to chase, and to chase is not always nice, but I could manage to come to Sepp, and we did the maximum we could to manage to be there, because Peter was, yeah, was just too strong. Ik had al serieus afgezien op de Oude Quaremont om hem nog te volgen. En ja, voor mij was het beste er al vanaf. En op de Paterberg, het eerste deel, dacht ik van, het valt mee, dit kan een kant op boven. En toen dat rechts stond op het stijlste stuk, daar was ik wel blij dat ik nog boven geraakt eigenlijk. En ik wist als ik voor Cancellara boven kwam, ik zei, dan kunnen we misschien nog terugkomen. Maar ja, het feit dat ik krampen had, ja, dat zei al genoeg. Ja, Michel, dan de andere Belgen, te beginnen met Tom Boonen. Die zegt dat hij klaar zal zijn voor zondag voor Parijs-Roubaix. Geloof je hem na vandaag? Ja, ik denk dat hij de Ronde van Vlaanderen nodig had. Hij zal ook de Scheldeprijs nodig hebben. Het was een beetje te verwachten dat Tom Boonen zijn explosiviteit, dat hij wat weg was. En dat heb je ook vandaag gezien. Op de heuvels kreeg je het moeilijk. En dan moest hij in een tweede groepje terechtkomen om van daaruit terug te vechten. Maar in Parijs-Roubaix gaat dat anders. Dan gaat het over de font, over de aangehouden snelheid. En dat heeft hij natuurlijk nog wel in de benen. Maar je hebt daar Carrefour de Larbre, een zware strook op 16 kilometer van het einde. En dat zou wel eens een breekpunt kunnen worden. Want als Sagan goed rust deze week en Cancellara ook op zijn effe komt, dan gaan die daar ongetwijfeld toeslaan. En dan is het te hopen dat Boonen daar mee kan gaan. Dan kan het eventueel misschien in een sprint op de wielerbaan in Roubaix. Wie weet. Lotto Soudal dan. We hebben Jurgen Roelands even gezien. Maar denken we dan vooral aan de pech voor Thijs Benoot? Ja, je bent je kopman kwijt. Hè? Als dat gebeurt, dan moet je ook gaan hertimmeren. Je moet een nieuw schema gaan uitdokteren. Greipel heeft dat uitstekend gedaan. Roelands heeft dan toch niet die aangeboren klasse om eventueel af te werken. En ja, dan kun je achteraf alleen maar zeggen, we hebben het onderste uit de kan gehaald. We hebben het geprobeerd, maar uiteindelijk niet gewonnen. Ik hoop dat Benoot, die geen breuken opgelopen heeft, dat hij straks in Parijs-Roubaix toch kan van start gaan. Ja, en wat dan gezegd van Greg Van Avermaat, met zoveel zelfvertrouwen aan de start vandaag, zijn zinnen gezet op die overwinning in de Ronde van Vlaanderen, maar dan brute pech. Hoe kijk jij daar tegenaan? Zonde. Doodzonde. Ik had een stil en een moeilijk moment toen ik hem daar zag zitten op straat. Tranen op asfalt. En ik had de indruk, en ik ben er zeker van, dat hij echt top was. En met Van Avermaat zou Sagan nog niet klaar geweest zijn. Ik ga niet zeggen dat Van Avermaat Sagan zou geklopt hebben. Dat zou misschien iets te ver gaan, maar zou het hem wel zeer lastig gemaakt hebben. En zo zie je maar, je kan al blij zijn achteraf dat je de omloop het Nieuwsblad gewonnen hebt. En dat je ook Tirreno Adriatico binnen hebt. Daar moeten zich mentaal aan optrekken. Ja. Ik kom zo dadelijk bij jou terug, Michel, want Chris Pikavets die reed meteen mee met Van Avermaat naar het ziekenhuis in Zottegem en maakte volgende bijdrage. Ik denk dat het over is. Ja, hij voelt natuurlijk, hij weet dat het... ja. Ik denk dit is meer dan teleurstelling. Ja. Woede en verdriet bij Greg Van Avermaat. Hij verliest de ronde nog voor ze goed en wel is begonnen door een val. Ja, ik denk een ploegmaat van mij hakt in. Nee, met iemand anders en ik zit er net achter. Hij wou me net naar voren brengen op de H-hoek. En ik kon het niet meer vermijden. En ik heb nog proberen recht te staan. Maar dan zei hij dat het dom was om zoiets te doen omdat het gebroken was. En dan voelde ik het ook wel dat het niet meer mogelijk was. De val creëert een domino-effect bij het BMC-team. Het tot nu toe schitterende voorjaar van hun kopman Van Avermaat is meteen voorbij. Hij heeft een fracture van de right collarbone. Is een fracture die will require surgery. Hopefully in the next day or two. And that will take him off the bike for 2-3 weeks and probably back to races in 6-8 weeks, if everything goes well. Op 1 seconde is alles weg en dan is de ontgoocheling daar, denk ik. En nu is het gewoon even proberen dat te verwerken. En hopelijk zo snel mogelijk terug op de fiets te komen. Maar ja, het voorjaar is voorbij. En spijtig genoeg, want ja, ik dacht dat ik iets heel mooi had kunnen laten zien. Want met de ronde in Roubaix gaat dat moois nu aan hem voorbij. De klassiekers op tv volgen, maar niet gemakkelijk. En ja, doelen stellen is nog vroeg, denk ik. De Tour is daarbij.
Maar het is toch iets anders dan, dan de Ronde van Vlaanderen. Dus voor mij was dit de belangrijkste wedstrijd. En andere doelen ben ik nu nog niet mee bezig. De 101e editie van de Ronde van Vlaanderen begon dus niet meer in Brugge, maar wel in Antwerpen. En daar werden de renners met een grootse show gepresenteerd aan het publiek. En vooral Tom Boonen kreeg voor zijn allerlaatste ronde een wel erg speciale verwelkoming. Terwijl zijn ploegmaats wachtte op het podium, werd drievoudig winnaar Boonen onder een luid Viking-applaus naar het podium geroepen. Boonen die vanmorgen zelfs heel even dacht dat hij niet moest koersen. Ik zei het net nog, ik werd deze morgen wakker en ik dacht dat het maandag was. En toen zag ik Philippe Gilbert naast mij liggen. En toen besefte ik dat de koers nog moest gereden worden. Dus dat was even gewoon een dombere feestvreugde. Het klopt volgens Gilbert. Ook voor Greg van Avermaat, de topfavoriet van vandaag, gingen de handen gretig op elkaar. En die andere hele grote wereldkampioen Peter Sagan doet zijn intrede op zijn Sagans. Om 10:30 volgt dan de officieuze start in Hartje, Antwerpen. Via de Waaslandtunnel rijden de renners de provincie Oost-Vlaanderen binnen. En wat verderop, in Burgt, is er dan de echte officiële start. Hier is de eerste passage op de Oude Quaremont met een kopgroep van 8. En u ziet het, het publiek staat rijendik op deze prachtige lentedag. De muur van Gerardsbergen keert terug na een paar jaar afwezigheid. En daar, op 95 kilometer van de streep, barst de koers helemaal open. Geert Heeremans doet het wedstrijdverhaal. En het is een verrassende passage geworden. Tom Boonen en Philippe Gilbert hebben door dat er wat aan de hand is met Van Avermaat en Sagan en trekken door op de muur. Een groep van een man of 14 met ook Christophe, Van Marken en Stuiven erbij heeft zich kunnen loswerken. Een ander groepje met Peter Sagan volgt op nauwelijks 100 meter, maar slaagt er niet in om terug te keren. En Greg Van Avermaat zit nog verderop, diep verscholen in een derde groep. Kijk eens. Ja, dat is een groot gat. Dat is groep 3, hè? Dat is groep 3. Dat is een probleem. Dat is groep 3. Quickstep heeft met Boonen, Gilbert en Trent in 3 man mee voorin. This is a very good situation, guys. A very good situation. Groep 2 met Sagan en groep 3 met Van Avermaat smelten samen, maar kijken al gauw tegen een achterstand aan van meer dan een minuut. En op 70 kilometer van de streep krijgen we zo'n strijd tussen de groep vooraan met Boonen en Gilbert en de grote groep met onder meer Sagan en Van Avermaat. Tom Boonen werkt zich de ziel uit het lijf voor Gilbert. Dat is Boons, hè. Altijd directieve, zelfs buiten de ploeg. Ja, dat is om de boel mee te krijgen. Hè. We doen dat zo. Dat is in functie van de ploeg. Maar de grote groep laat zeker niet begaan. Het verschil wordt weer kleiner. Nog 35 seconden. En dan weer de Oude Quaremont. Nog 55 kilometer. En Philippe Gilbert acht zijn moment gekomen. Daar gaat Philippe Gilbert. Ja, en dat is van ver. Dan moet je toch oppassen dat je eigen ploeg niet aan de verdommenis rijdt nu. Maar Gilbert waant zich erg sterk en is niet vies van een lange solo-inspanning. Wat een moed, wat een lef. Bij de achtervolgers is er alweer pech voor Sepp van Marken. Sepp van Marken is en blijft een pechvogel. Gilbert pakt vooraan al snel een halve minuut, nog 45 kilometer. Hier komen de achtervolgers, 33 seconden voor Demar, Christophe, Trentin, Boonen, Moscon, dan Chavanel, Coccar en Modelo. Hier krijgen we dan Stuiven op 42 met die andere trekzegafred. Hier komt Van Avermaat bovenop, 45 seconden met tegenkop, Bozzato, Sagan, Naassen, Terpstra. Maar Gilbert heeft een geweldig nummertje in zijn gedachten. Wie durft zeggen dat hij dat niet kan? Wie durft dat te zeggen? En Gilbert krijgt ook veel hulp van ploegmaat Boonen die de boel stillegt. Tot op de Taienberg Boonen een kettingprobleem krijgt en hij erg lang moet wachten op een nieuwe fiets. Sagan profiteert en gaat in de tegenaanval met onder meer Van Avermaat, Naassen en waakhond Trentin is ook mee. Nog 25 kilometer, het verschil tussen Gilbert en de 7 achtervolgers is ongeveer 1 minuut. Hier Phil, 1 en 5. Dat moet kunnen, maat. Hier pak wat zelkens. Heel belangrijk hier. Gilbert heeft nog één keer de Oude Quaremont en de Paterberg voor de boeg.
En ook op die laatste steenbulten geeft de Belgische kampioen geen krimp. Bij de zeven probeert Sagan nog wat te forceren, maar dan gebeurt dit. Dan gaan ze elkaar liggen. Hij slaat weg met zijn voorwiel. En Van Avermaet heeft geen kans meer. Ook Naassen is kansloos. Wat een Ronde van Vlaanderen is met dat. Sagan gaat in de fout en sleurt Van Avermaet en Naassen gewoon mee in zijn val. Van Avermaet is wel het snelste terug weg. Philippe Gilbert heeft nu natuurlijk vrij spel en neemt met de Paterberg de allerlaatste hindernis. De laatste 10 kilometer is het nog wel afzien, maar het verschil met de eerste achtervolgers, Van Avermaet, Van Baarle en Terpstra, blijft rond de 50 seconden. De voorsprong slinkt nog wel, maar Philippe Gilbert haalt toch zijn slag thuis. Aanval opgezet op 100 kilometer van de streep. Solo op 50 kilometer van de streep. 9 bergen alleen. De Belgische kampioen wint de Ronde van Vlaanderen. Philippe Gilbert, anno 2017, wint oververdiend de Ronde van Vlaanderen. Greg Van Avermaet wordt tweede voor Nicky Terpstra en Dylan van Baarle. En zo komt er dus nog een kanjer bij op dat indrukwekkende palmarès van Philippe Gilbert. Na een wereldtitel, Luik-Bastenaken-Luik, 2 keer de Ronde van Lombardije, 3 keer de Amstel Gold Race, nu dus de Ronde. Aan de streep regenen het felicitaties voor de geëmotioneerde Gilbert. We gingen weg op de muur. Ja, ik heb zeer snel gereden met Tom in 2 voor de muur. Ik had gezegd tegen hem, ik rijd voor u daar, voor de positie. En dan, Sky reed stevig tempo en dan Tom heeft overgenomen. En we hebben even gesproken en we hebben gezegd direct doorrijden, want we waren goed vooraan met 3. En we gingen vol in bak en we hebben gezegd met Tom en Matteo Trentin dat we gingen vol in bak rijden op de Quarmond. En Tom ging snel, de eerste meter en dan... Ik ben op kop geweest en na een paar honderd meter gekeken achter mij en ik was alleen. En ik heb 10 keer gevraagd aan de radio wat moest ik doen, wat moet ik doen. En ik kreeg geen antwoord, dus ik heb gewoon doorgereden. En hier. Tom Bonen komt erbij. Alles krijg ik. Het is echt een droom geweest voor mij, van mijn eerste jaren prof. Dat was echt een doel, alle monumenten winnen. En nu heb ik toch 3 van de 5. En het is heel moeilijk om dat te doen, want het is bijna een andere discipline. Je moet kunnen klimmen, moet op vlak rijden, op kassei rijden. En ik was dichtbij ook in Sanremo een paar keer. Nog niet gewonnen, maar mijn carrière is nog niet gedaan. En ik blijf dromen vandaag. Dat moet. Dan halen we snel de top 10 er nog eens bij. Gilbert dus op 1 van Avermaet voor de 3e keer op het podium van de ronde. Maar nog altijd niet op het hoogste schavotje. Terpstra, ploegmaat van Gilbert op 3. 2 Nederlanders dus in de top 4. Met ook nog Dylan van Baarle op 4. En dan volgen Christophe, Modelo, Degenkolb, Pozzato, Chavanel en Colbrelli. Michel Wuits, goeie avond. Ja, Gilbert die pakte uit met een magistrale solo. Hoe lang is het geleden dat we dat nog gezien hebben? Tientallen jaren hoorde ik je daar straks zeggen. Wel, ik heb het even opgezocht, Maarten. En ik moet teruggaan tot 1969. En toen won een Eddy Merckx. En die ging weg op circa 75 kilometer van de streep. In regen en ontij. En die hield vol tot op de streep. Met minuten voorsprong. Die viel overigens niet stil. Maar wat Gilbert vandaag gedaan heeft, is hartverwarmend. Ik heb een paar mensen horen zeggen, Merckxiaans. Zover wil ik niet gaan van een monument. Als Merckx moet je afblijven. Maar alleen en 9 hellingen voor je rekening nemen en dan toch nog winnen. Dat is zonder meer hartverwarmend en een fantastische zaak voor het aanvallende wielrennen dat we nu al weken zien. Ik trek me daaraan op als commentator. Ja, en terecht. Michel Gilbert rijdt dit seizoen de pannen van het dak voor zijn nieuwe ploeg Quickstep Floors. Hij heeft daar een prestatiegericht contract ook. Hè. Ligt daar de sleutel van het succes van Gilbert?
Dat zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat Gilbert dat geld niet echt meer nodig heeft. Al zal hij die bonussen natuurlijk niet weigeren. Maar het is vooral de arbeidsvreugde die hij gewonnen heeft of gevonden heeft in dat kamp van Patrick de Vever die belangrijk is. Hij is daar in een prettige groep terechtgekomen waar hij ook wat humor kan verkopen en dat ligt hem. En bovendien kan hij weer koersen in een terrein, op een terrein dat hem vertrouwd is. Hij was twee keer winnaar van de omloop het Niesblad. Bovendien was hij al twee keer derde in de Ronde van Vlaanderen. En dat heeft Lefever begrepen. Ik geef hem een kans om te excelleren op dat Vlaamse terrein. En hij heeft die kans met beide handen gegrepen. Ja, en euforie was er dus niet alleen bij Gilbert zelf, maar ook bij zijn ploegmaat en de hele entourage. We beginnen met de manager Patrick Lefever, die dus de term Merckxiaans in de mond nam. Iedereen dacht, waar gaat hij nu naartoe op zover van aankomst? Maar toen ik zag dat hij op de berges niet verloor, dan begon ik toch wel hoop te krijgen. En dan natuurlijk het lange rechtstuk naar hier was dodelijk. Wij dachten dat het terugwind ging zijn en de wind was gedraaid. Het was voor hem keihard. Dus ik denk dat iedere vezel in zijn lichaam pijn deed. Van mij ook, maar dat is waar niet. Bestaan hier superlatieven voor dit nummer van Philippe Gilbert? Ja, Merckxiaans. Het was ook echt teamwork dit. We wilden vroeg in de aanval gaan en gebruik maken eigenlijk van de sterkte van de breedte van de ploeg. En dat hebben we ideaal gedaan. Zo, tuurlijk moet Philippe nog steeds de benen hebben, want wat hij gedaan heeft is echt ongelooflijk zo sterk. Maar ja, ook de ploeg stond achter hem. Meer dan 55 kilometer. Wat denk je dan in die auto? Philippe, stop alsjeblieft. Dit is zelfmoord. Eens dat je ervoor gaat, kan je niet meer terug. Je gaat voor iets en dan, als je dan laat inlopen, ben je al veel krachten kwijt. Onze bedoeling was van misschien gaan er nog een paar mensen komen aansluiten. En onze ploeg zat op het gemak. Okay, Tom had veel werk al verlicht van tevoren, maar hij had toch een beetje wat een rustpauze kunnen inlassen. Had hij geen problemen niet mee was hij zeker die finale kunnen rijden. Dat heeft ook Terps en Trent in bewezen. Dus we konden niet meer terug, dus we hebben gegaan, okay, alles of niks. Ja, Michel, laten we ons dan eens over de verliezers hebben. Hè. Greg van Avermaat, liever Peter Sagan en Oliver Naassen. Ja, hebben zij de koers verloren op de muur, waar ze veel te ver zaten, of op de laatste keer Oude Quaremont, waar ze met z'n allen onderuit gingen? In beide fasen, als je het mij vraagt, waar zaten ze in godsnaam zo ver op de muur? Vooral van Avermaat, die kwam uiteindelijk in een derde groepje terecht. Dat is eigenlijk onvergeeflijk. Dat is een fundamentele fout. Op die manier geef je Gilbert, de aanvaller Gilbert, een minuut. Stel dat ze vooraan gezeten hadden, dan hadden die drie zelfs mee kunnen draaien. En wegrijden ook op de Oude Quaremont. En ze hebben al in het verleden, de voorbije weken, bewezen dat ze ook met Gilbert op pad durfden en wilden. Ja, en die val, dat was zonder meer dramatisch. Ik heb het gevraagd aan een aantal ex-renners. Aan Kevin de Weert, aan Sven Nys, ook aan Eddy Plankaert. En die zeggen alle drie, we denken dat die drie inderdaad zouden teruggekomen zijn op een verzwakkende Gilbert. Ik heb twijfels. Het zou in elk geval nipter geweest zijn en misschien op een paar seconden afgegaan zijn. Maar uiteindelijk doet dat niks of weinig af aan de verdiensten van de Belgische kampioen die verbluffend sterk won. Nou Michel, we gaan eens luisteren naar die verliezers. Hè. We beginnen met Greg van Avermaat, die voor de tweede keer tweede is geworden in de ronde die hij zo graag wil winnen. Ik was gestart om te winnen. Hè. En, als je dan tweede bent, ben je ontgoocheld, denk ik. Moet je ontgoocheld zijn. En zeker zoals het gebeurd is. Alle respect voor Gilbert en chapeau wat hij gedaan heeft. Want het was een grote nummer, maar ik rijd mijn eigen koers. En ik denk dat het voor die val nog niet gedaan was. En dan zeker nog met Peter en ik denk dat Olly er ook bij was. Ja. Nog naar hem kunnen rijden. Als je ziet hoe dicht dat we nu nog komen. Als ik dan twee sterke mannen bij mij heb, niet val, niet op de grond lig. Je verliest totaal je momentum daar op de Quaremont. Dus dan had ik misschien wel een kans gehad om te winnen. We waren gewoon aan het terugkomen. Het was van een minuut 50 naar 35 seconden of zo op die moment. En we waren ook de drie renners die echt wouden koersen. Ik ben ook niet iemand die zou beginnen slepen voordat we erbij zijn. En graag is dat gewoon zeker niet. Ja. Ik was ervan overtuigd dat we met Vina de meet zouden kunnen gaan misschien. Maar, alle respect voor Phil. Die heeft eindeloos veel lef. En de manier waarop hij vandaag wint is fantastisch. Maar ja, het is voor, ik denk alleen maar aan mezelf op zo'n moment. En dat is echt om te blijven.
was bijzonder druk in Antwerpen deze voormiddag. En dat had alles te maken met de 102e editie van de Ronde van Vlaanderen. Voor het tweede jaar op rij was Antwerpen dus de startplaats van Vlaanderens mooiste. En net als in 2017 staat er bijzonder veel volk op de Grote Markt. Ondanks het toch wel gure weer. Philippe Gilbert, de winnaar van vorig jaar, wordt ontvangen als een held. Op de tonen van de Lac du Connemara juicht de massa hem toe. En onze rond 11:15 kunnen we echt gaan koersen. Het is een nerveuze boel in het peloton. Sepp van Marke gaat maar liefst twee keer tegen de vlakte. Gelukkig voor hem komt hij er ongehavend uit. In Aalstan krijgen we dit bijzondere beeld. Plots rijdt er een verdwaalde auto in het peloton zonder gevolg. Alweer goed nieuws is dat. En dan is het wachten tot er zich een kopgroep vormt. En na 70 kilometer kunnen er eindelijk wat jongens wegrijden. Ze zijn met 11 in totaal, waaronder 3 Belgen. Het peloton wordt daarna iets wat rustiger. Maar dat is niet van lange duur. Op weg naar de muur van Gerardsbergen is het weerprijs. Inge van Meensel vertelt de rest van het verhaal. Onder de 100, dan gaat er één tegen de grond en de gracht in. Pats vooraan. En achteraan ook. En naast ligt erbij. Naast ligt erbij. En ongetwijfeld nog een paar andere naasten. En daar zit er een ander tussen van de ploeg van de Volder, meen ik. Daar zien we naast recht trekken, recht sleuren. Drie renners belanden in het ziekenhuis. Naast kan wel voort en haast zich om erbij te zijn op de muur. Op die muur van Gerardsbergen maken de grote namen indruk. Benoot, Van Aert, Sagan, Kwiatkowski, Van Marke en Van Avermaat. Alleen Naasse ligt nog wat achterop. Wat na de muur? Ontstaan er bressen? Wordt er doorgetrokken? Wie is dan mee? Vlak voor de tweede beklimming van de Oude Quaremond komt Mitchell Docker, een ploegmaat van Sepp van Marke, in de prikkeldraad terecht. En dat doet zeer. De vroege kopgroep is dan al opgeslokt. De Vriend en Garcia Corina rijden op de Oude Quaremond een minuut voor de rest. Het is een slachthuis. Ja. En dan gaan we de volgende. Wat denk je wat dat is? De Pater. De Pater. Op de eerste beklimming van de Paterberg zitten alle toppers vooraan. Vooral Kwiatkowski maakt indruk, net als Wout van Aert. De hellingen volgen elkaar nu snel op. En op de Koppenberg deelt Niki Terpstra een eerste prik uit. Terpstra van achteruit. Dat is heel even een kleine demonstratie van Niki Terpstra. En Gilbert gaat een onmiddellijke bocht door van Avermaat en Benoot. Ze weten hoe laat het is. Na de Koppenberg blijven vooraan Langeveld, Van Baarle en Pedersen over. Zij zijn op weg naar de Taaienberg. Daar komt Van Avermaat naar voren. Daar komt ook een Stipar met de wilde rukken zoals ze hem kennen naar het voorplan. Van Avermaat met een tussensprintje. Eens even demonstreren. Zo goed ben ik dan wel. Met die andere landgenoot van Marke aan het wiel. En nu jongens? Niemand van de toppers raakt weg, ondanks de vele pogingen. Na de Kruisberg waagt Stipar nog eens een kans. Daar gaat Stibar en die heeft Kwiatkowski aan het wiel. En Sagan ziet dan ook, dat Nibali. Zijn mijn oude vrienden vijanden. Ik ga mee, Nibali schrijft ook op. Opgelet, heren landgenoten, dit zijn kanjes, dit zijn kampioenen. Dan valt Nibali aan en de winnaar van Milaan Sanremo krijgt het gezelschap van Terpstra. Terpstra rijdt Nibali uit het wiel. Terpstra rijdt Nibali naar de vaantjes. Terpstra trekt stevig door en op de Quaremond krijgt hij de drie leiders in zicht. Hij gaat zelfs erop en erover. Pedersen probeert aan te klampen. In de achtervolging zitten heel wat Belgen en ook Sagan, die nog geen trap te veel heeft gegeven. Daar gaat Sagan. Daar heeft hij dan toch wel erg lang mee gewacht. 3/4 minuut. Alsjeblieft. Help mama, ik kan niet volgen. Er is geen houden aan Niki Terpstra. Hij begint solo aan de laatste klim, de Paterberg. Net voor de top van de Paterberg versnelt Sagan. Hij slaat een kloofje met zijn grootste concurrenten, maar krijgt het gat met Terpstra niet dicht. En hier zit vooral lonken, misbaar maken. Dat is het gebaar van de verliezer. Gilbert stopt uitstekend af voor Terpstra. Die ziet af, maar houdt stand. Hij wordt de eerste Nederlandse winnaar sinds Adrie van der Poel in 1986. Formidabele finale. Hallo, waar zijn de onze? Ja, chapeau. Pedersen wordt knap tweede. Gilbert is blij met een derde plaats, maar vooral met de 21ste zege dit seizoen voor zijn ploeg. Ja, Niki Terpstra wint de Ronde van Vlaanderen. Nelle Semijn en de E3 Harelbeke is het zijn derde World Tour zege van het jaar. En na de wedstrijd blikte de Nederlander terug op zijn aanval, die hij dus met succes afrondde.
Vandaag, toen ik zag dat Nibali slecht zat, dacht ik, ja, ik moet gewoon vol die rotonde op gaan. En dat ik in de afdaling van de nieuwe Quaremont wel spijt van, maar toen zat ik echt, echt alleen tegen die wind op de boksen. Ja, dat ik die groep zag en ik wist dat ik er overheen kon, dacht ik, ja, dat moet ik gewoon meteen doen. Dan zullen ze ook wel een mentale klap krijgen. Maar ja, toen kwam Pedersen nog. Dat was toch even... moest diep gaan om hem te laten plooien. Dit zijn gewoon vroeger al mijn droomkoersen. En dat ik hier nu op mijn eerlijst heb staan. Kikken. Kikken, inderdaad. Goed, het is tijd om eens fatsoenlijk over de koers te praten. Michel Wuits, goedenavond. Na Parijs-Roubaix, een tweede klassieker dus voor Niki Terpstra. Het is een Nederlander, maar een echte Vlaanderin. Mogen we dat besluiten na vandaag? Ja, dat mag je stellen. Niet lichamelijk. Daar is hij te elegant, te frail voor. Maar in geest, in zijn spirit wel. Hij durft. Hij gaat van ver in de aanval. En gaat dan helemaal tot aan het gaatje, zelfs tot aan het zwarte voorbij. En wint dan ook nog. Ik zou het er nog willen bij zeggen. Hij heeft nog een extra dimensie. Dat is namelijk een grote intelligentie. Hij heeft een bijzondere neus voor het juiste moment. Hij laat eerst de ander zich afmatten en kiest dan radicaal op het juiste ogenblik, daar waar het moet, voor de finale aanval en houdt dan vol sterk. Vlaanderen. Ja, Michel, als we één rode draad doorheen dit voorjaar zien, dan is het toch wel dat oersterke blok van Quickstep, denk ik, ook vandaag weer. Hè. Doet eigenlijk wat denken aan Mapei uit de jaren 90, alleen nog straffer. Wat vind jij? Dat is een goede vergelijking. Maar met straffer, daar ga ik niet mee akkoord. Ik vond het Mapei van toen toch nog van een hogere dimensie. Je had toen Museeuw, je had daarnaast de Italianen, Ballerini en Tafi. Je had Van den Broeke, daar kwam er ook nog Bettini bij. Daar kwam een Bartoli bij, je had Wilfried Peters. Die konden echt winnen over een nog breder terrein. Sterker nog, in Parijs-Roubaix konden die gaan bepalen wie wint er vandaag. En op welke afstand van de aankomst gaan we in de aanval. Dat was toen ongezien. Maar we leven in een andere tijd. In 2018 kun je zo'n breed vlak niet meer gaan bestrijken. Dan moet je keuzes maken en dat doen ze perfect. En dan leunen ze toch wel erg dicht bij het Mapei van toen aan. Oké, Michel, al een heel voorjaar lang doen ze het dus voortreffelijk, Quickstep. En vandaag schieten ze dus de hoofdvogel af met de ronde. Het moet daar een blij boel zijn bij Terpstra & Co. We kijken naar een impressie van Chris Picavet. Eén voor allen en allen voor één. Het blijft werken dit voorjaar bij Quickstep. Ze winnen meer dan mocht verwacht worden vooraf. Goed hè? Het is echt hè? Dit jaar loopt alles perfect natuurlijk. Het is super, maar Niki is denk ik qua inhoud momenteel de sterkste. Maar hoe dat weer als ploeg rondrijden is wel fenomenaal natuurlijk. Oh, we zijn veel gewend. Ik heb de Mapei-periode meegemaakt. Dus vroeger keek ik ook naar de ploeg van Peter Post met de Mapei. Maar ik denk dat we nu op dezelfde lijn aan het voortgaan zijn. De hele ploeg imponeert en dan heeft Quickstep Niki Terpstra er bovenop. De Nederlander is zonder twijfel de sterkste renner van het moment. Als Niki de plaats heeft, denk ik dat er momenteel echt geen betere renner in het peloton zit. En zeker over zo'n lange inspanning. Het is nog een anders. Ene keer de Paterberg ontploffen, dat heb je gezien. Dat kan Sagan misschien nog wel iets beter of een Van Avermaat. Maar op een lange inspanning is er momenteel echt niemand beter als Niki. Op papier is Quickstep verzwakt dit seizoen. En dan verloor het ook nog Gaviria in Milaan-San Remo. En toch merk je het niet eens. We dachten al dat we vorig jaar al eigenlijk nooit gingen kunnen overtreffen. Ook omdat je ziet dat er allemaal vertrokken is uit de ploeg. En toch wat minder budget. Maar kijk, de teamspirit is beter dan ooit. En de resultaten volgen ook wel. Dus dat is super. Die mannen willen antwoorden willen bedalen. En dat is tot nu toe meestal gebeurd. En volgende week is er ook nog Parijs-Roubaix. Het kan er zeker bij. De honger is nog niet gesteld. Ja, zometeen gaan we de ronde nog wat verder fileren met Michel. Maar eerst kunnen we eens doorprikken naar Maarten van Gramberen in Oudenaren. Maarten, ja, jij staat bij de gelukkigste Vlaming van het moment, denk ik. Ja, Vlaming wel. Hè. Ik sta inderdaad bij de manager met de grijze manen. Dat heeft natuurlijk iets, hè. Patrick Lefevre. Is het besef vooral, Patrick? Hij staat daar trouwens achter jullie, de kampioen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Is het besef vooral, we hebben het alweer gelapt met een renner van Quickstep? Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk, we hebben 20 overwinningen behaald tot gisteren. Maar weet hoe sceptisch mensen soms zijn. Ze zeggen, ja, je hebt 20 overwinningen, maar
er is geen grote bij. Hè? Vlaanderen, Roubaix, Luik. Dat moet erbij in Vlaanderen. Hè? En ja, dat moest erbij. Ja, ja. En nu, ja, vanaf nu aan mag alles. En dat allemaal in het postbonne tijdperk? Ja, ongelooflijk. Toen wij overeengekomen zijn dat Tom zou stoppen, vond hij het zelf ook moeilijk. Wij ook natuurlijk, maar ik vond dat het gejustifieerd was. En nu zie je dat toen Museeuw stopte, zei iemand... Ah, je had een put vallen, want je hebt niemand meer. En er was Bono daar. Nu is Bono gestopt, hebben we een viertal die het schitterend doet. Dus ja, ik ben fier. Ja, ze noemen zichzelf ook de Wolfpack, de wolvenroedel. Hoe heb je er zo'n hongerige bende wolven van gemaakt? Ja, dat is natuurlijk niet op één dag gekomen. Dat is al altijd zo'n beetje geweest. Maar dan... Brian Hall heeft dat eigenlijk gestart als een grapje... Dan heeft Bob Jongens van die daar in de Giro van die caps laten maken, Wolfpack. En die mannen zijn erop ingegaan. En ja, die hebben zo'n soort muziek voor de koers om hem op te peppen. Ik als oude man ken er natuurlijk niks aan. Maar ik had er wel in mee. Ja, het werkt, hè? Ik had er wel in mee. En nu wil iedereen deel uitmaken van die Wolfpack. En andere ploegen zijn er waarschijnlijk jaloers op. Ja, dat kan me voorstellen. Er wordt zelfs een parallel getrokken, daarnet door Michel, met Mapei-ploeg, waar hij ook manager van was. Ja, inderdaad. Mijn succes, als ik dat mag zeggen, is eigenlijk begonnen in 1993. Toen ik Cipollini, Ballerini, Museeuw, Peters samengebracht heb. En het is eigenlijk bijna nooit gestopt. Jullie zitten aan 21 overwinningen. En opvallend, het is met 10 verschillende renners. En er zitten ook een pak jonkies bij, hè? Wat betekent dat? Ja, daar ben ik vooral fier op, omdat mensen weten natuurlijk niet. Ik heb in 4 jaar tijd 3,6 miljoen euro geïnvesteerd in die jongeren met Klein Constantia. Dat is flink wat geld. De wijnhaard van meneer Bakkala. En dan 2 jaar een super scout gehad met Matsin. En die heeft de wereld afgereisd. Nou, als je ziet, we hebben iemand van Ecuador, 2 van Colombia, Argentijn, Nederlanders, noem maar op. En jammer genoeg zijn de Vlamingen van 1, 2, 3 jaar voor een moment, ik zeg wel voor een moment, niet op de hoogte van deze buitenlanders. Anders natuurlijk ook Vlamingen genomen. Volgende week is er Parijs-Roubaix, daar heeft ene Philippe Gilbert zijn zinnen opgezet. Hè. Is er eigenlijk nog voldoende champagne over bij Quickstep? Ja, we hebben een zeer goede sponsor, Lidl. Die hebben goede champagne, die hebben ook het podium, de champagne. Dus ik denk dat ze nog een voorraadje hebben. Het zou jammer zijn als het niet zo was. Ja, een woestfeestje ging er volgen, hè? Hebt u mij daar straks gezegd? Ja, ik denk dat ik vanavond een woestfeestje heb. Ik wil dat wel. Ik heb het verdiend. Okay. Dat heb je zeker verdiend. Dankjewel, Patrick Lefevre. Voilà, Aster, ik heb hier gehoord champagne en woestfeestje. Ik denk dat we hier nog een tijdje gaan blijven. Oké, geniet ervan. Maarten, dankjewel. Oké, Michel, ja, Terpstra die reed dus weg, hield stand en reed dan nog een beetje verder weg van een groep bomvol favorieten. Was dat nu het probleem? Te veel grote namen die samen zaten? Ik denk dat die namen vooral verdiend verloren hebben. Dat ze eigenlijk niet beter konden. Ik zag het al in de E3 dat Sagan heel vroeg moest passen. En dat bij Van Avermaat die ene echte flits in de sprint ontbrak. En dat is ook vandaag gebleken. Ik vond Van Avermaat wel goed, heel even onderweg op de Taienberg. Sagan heeft ook een mooie poging geplaatst, maar kwam niet echt ver in zijn onderneming. Komt niet op het niveau dat hij had in 2016. Dat is opvallend. Daarnaast heb je wel een aantal jonge landgenoten en daar trek ik me wel aan op. We zijn wel met een paar mensen bezig die absoluut een stap voorwaarts zetten met Van Aert. Misschien krijgt hij ook wel een plaats in die zogeheten Wolfpack en Benoot misschien wel de betere van vandaag hier bij ons bij de landgenoten en zeker ook de betere van de 2 voorbije weken. Laten we zeggen dat we een nivellering meemaken. En in zo'n nivellering krijgt zo iemand als Terpstra met al zijn ervaring een kans om zich met zijn intelligentie te onderscheiden. Oké, Michel. Wel, ik stel voor, we kunnen eens luisteren naar de reacties van enkele jongens die er vandaag naast grepen. Gemengde gevoelens daar uiteraard. De meesten waren aan het balen. Maar we vonden toch ook één gelukkige jongeman, Wout van Aert. Ik had natuurlijk voor deze koers wel gehoopt om top 10 te rijden. Dat was wel een droom. Ja, ik zal achteraf er wel pas van genieten of beseffen waar tussen welke kampioen ik eigenlijk tussen zit. Dat is wel mooi. Ik leg mij er nu bij neer. Ik ben natuurlijk heel ontgoocheld. Maar ik was vandaag, ik weet niet waarom, maar ik was niet sterk genoeg. Ik liep leeg op het einde en schoot in kramp op de Paterberg. Ja, mijn handen schoten ook volledig in kramp en ik ging op mijn buitenblad zonder dat ik het wou. Ja, dan stond ik heel stil. Maar met die koude en zo was het moeilijk om echt het goede gevoel te vinden. Ik
was wel goed, maar niet super, vond ik. En een beetje zoals iedereen het gevoel had, denk ik. En ik heb een paar keer geprobeerd om weg te geraken, lekker zoals op de Taaienberg. Maar ik kon dan nooit niet echt een gat slagen en dat was een beetje spijtig. En dan is het moeilijk om dan blijven door te zetten. We hebben goed attent gereden. Grote valpartij voor de muur weer al. Kom weer onvermijdelijk. Ja, ik ga er dan tegen de grond. Ik heb me achtervolgend tot juist voor loop. Dat echt heel, heel, heel veel krachten gekost. En vanaf dan heb ik altijd mijn oren gezegd, sorry jongens, ik kan enkel maar ondergaan. En ik kon echt niets meer. Ik kon just me volgen. En het was eigenlijk al een mirakel dat ik er nog bij was op het einde, maar ik ben steen dood. Oké, Michel, laatste vraag is, ja, daar zaten we dan in de zetel, klaar voor een spetterende ronde. Maar dat viel toch ferm tegen, vond ik persoonlijk. En Michel, laat ons eerlijk zijn, het was toch een saaie koers, niet? Nee, toch niet, nee. In vergelijking met vorig jaar kun je dan zeggen, ja, het was wel wat minder. Maar we zaten daarbij vanochtend om 10 uur en die eerste 2 uur die waren van een hoog niveau. Daar werd enorm, enorm snel gereden in zware omstandigheden met een hoge risicofactor. En dan heb je uiteraard een logische terugval, dan krijg je een middenrif dat wat minder is. Maar de finale was zonder meer spetterend, die was om duim en vingers vanaf te likken, vond ik. En ik denk dat mochten we een Belgische winnaar gehad hebben, dan zou niemand van een saaie wedstrijd gewacht gemaakt hebben. Maar zo gaat dat nu eenmaal. Hè? Zo gaat het inderdaad, Michel. Laten we eens kijken naar volgende week dan. Lefevre die heeft al zin in champagne. En hij heeft natuurlijk sterke namen in zijn ploeg. Terpstra is een logische naam om als favoriet naar voren te schuiven. Maar ook Philippe Gilbert leek me vandaag oersterk. Ja, en Gilbert heeft dan nog eens dat bijkomende doel. Dat is nog eens een groot monument op zijn eerlijst schrijven. Misschien gaat men daar naartoe werken, maar zo makkelijk gaat dat natuurlijk niet. In de hel doet er nog iemand mee en dat is de factor pech, de pechduivel. En als je daaraan ontsnapt, dan kun je als sterkste blok ook in de hel weer voor winst gaan. Maar er zijn er nog die nog een overwinning nodig hebben. Van Avermaet bijvoorbeeld, of een Sagan, dus afwachten maar. Michel, we kijken er naar uit. Dankjewel voor jouw analyse. Eindelijk was het aan de koers, en dan bedoel ik de koers met hoofdletter K, van de Grote Markt van Antwerpen naar de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Goed voor zo'n 270 kilometer, dat is zelfs voor een klassieker als de ronde bijzonder veel. Het was dan ook de langste ronde in jaren. Vlak na de officiële start, iets buiten Antwerpen, vormt zich al meteen de vroege vlucht. Het is een kopgroep van 4 jongens. Dit zijn de namen Oel, Touzé, Asselman en Van Rooij. Die laatste is een landgenoot. En opvallend, maar zeker niet verrassend, in de ronde. Er staat weer bijzonder veel volk langs de weg. De ronde begeestert. Er zijn nog zekerheden in het leven. In de aanloop naar de eerste keer Oude Quaremond is het wel schrikken. Nicky Terpstra, de winnaar van vorig jaar, komt een val en blijft akelig lang liggen. Een beetje later wordt hij naar het ziekenhuis van Oudenaarde gebracht. Exit Terpstra dus. Op Instagram heeft hij gelukkig wel al een filmpje gedeeld waarin hij zegt I'll be back. Voilà. Ook richting de muur van Gerardsbergen is er veel volk en veel nervositeit. De voorsprong van de 4 leiders zakt ziende ogen. Maar de koers breekt pas echt open na de muur. Inge van Meensen. De 4 leiders worden na een aanval van bijna 170 kilometer gegrepen. Daarna ontstaat veel chaos en verwarring, ook bij de ploegleiders. Hoe is de situatie? Ja, we weten zelf van niks. Ja. Weet het niet, weet ik uit. Belgisch kampioen Yves Lampaert is nerveus. Hij geraakt weg met Breschel, Pusselberger en Oliveira. Maar lang duurt hun aanval niet. Mohoric waagt zijn kans, maar achter hem is de orde eindelijk hersteld. En op de Canarieberg komt het peloton weer samen. Het gaat gebeuren, hè? Ja. Het is aan het gebeuren. Het is gebeurd. Ja. Ik vind het een beetje jammer. Voor de koers. En daar gaat Rowe. Wel eens mee. En wel eens mee. Alsjeblieft. Iedere stap voorwaarts is nu de goede stap. Welles en Rowe raken niet weg en Mohoric wordt weer gegrepen. En daar hergroepering, godzijdank voor Van Avermaet, van een groot deel van zijn troepen. The job is taken, Greg, in front of the Quaremont. Mathieu van der Poel rijdt dan over een borduur, maar dat loopt slecht af.
bent, daar is Van der Poel, die heeft daar wellicht een lekke band. En dan gaat er ook nog eens plat op zijn buik. En dat kost hem natuurlijk wel wat tijd. Het is hier de Ronde van Vlaanderen van Van der Poel ten einde. Ik vrees voor de zaak. Van der Poel kruipt toch terug op de fiets en begint aan een indrukwekkende inhaalrace. Tijdens de tweede beklimming van de Oude Quaremont kan de finale dan echt losbarsten. Stijn van den Berg en Sepp van Marken rijden voorop. Het is afzien op de Oude Quaremont, maar Van der Poel blijft intussen stevig doortrekken. Kom op, Mathieu! Man, een rap rijden ding vindt. Op de Paterberg probeert Casper Asgreen de kloof met de twee leiders te dichten. Wat denk je van Asgreen? Wat doet die weer allemaal? Ik vroeg, moeten ze daar geen kopman van maken? Jij zei nee. Nog niet. En dan komt de gevreesde Koppenberg. In het veldrijden niet de favoriete helling van Mathieu van der Poel. Ginder komt Mathieu van der Poel aansluiten. In zijn eentje. In zijn eentje komt hij aansluiten bij het peloton. Man, wat rijdt die kerel snel. Dylan van Baarle kan na de Koppenberg aansluiten bij de drie leiders. Van Marken trekt even aan de ingetaapte knie. Die bezeerde hij bij een val in de Bingbank E3 Classic. Op de Taaienberg wordt het stilaan te zwaar voor Van den Berg. Daarachter barst de strijd nu echt los. Stuivend gaat de boel wat uiteenritselen. En dat is met de grote hark, als je het mij vraagt. Dat is Van der Poel die in vierde positie volgt en Van Aert in derde positie. Van der Poel ontbindt zijn duivels en heeft nog meer in petto. Daar gaat Mathieu van der Poel. Stipa heeft een inspanning gedaan om hem lam te leggen. Bettiol die altijd wat lijkt door te zakken. Van Aert die er nog goed uitziet. En dan komt nog één keer het duo Oude Quaremont-Paterberg. Bettiol die nu de sprong waagt. En dan heeft Van Avermaat in de mot, ik moet daar mee, want ik heb die leren kennen in de E3. Naasten gaat dan ook mee met Van Avermaat. En ook jongens, Bettiol rijdt wel weg. Ja, die rijdt wel weg. Kan Jan Tori nog op de trappers gaan lopen, Alberto Bettiol. Moedergods is die sterk, zeg. Bettiol begint met zo'n 20 seconden voorsprong aan de laatste klim, de Paterberg. Van Avermaat zet nog alles op alles om de voorsprong te verkleinen, maar de Italiaan kraakt niet. De samenwerking bij de achtervolgers verloopt verre van optimaal en dus is Bettiol op weg naar zijn allereerste profzege op 25-jarige leeftijd. En hij heeft het met een formidabele sprong gedaan en heeft de topfavorieten eigenlijk een neus gezet. Dus wint hij heel simpelweg Ronde van Vlaanderen, 103. Asgreen eindigt op de tweede plaats, Christophe wordt derde. Oliver Naassen is de beste Belg op de zevende plaats. Ja, Alberto Bettiol, Italiaan, Toscaan, geboren in het gezegende jaar 1993 en tot 5 uur deze namiddag nog zegeloos als prof. Wat een binnenkomer. Meteen de ronde op je palmares schrijven. We kijken naar zijn reactie meteen na de wedstrijd. Primera vittoria di professionista, come l'hai fatto? I still don't believe. I still don't believe what I did. First victory. I still don't believe. Don't believe. But you've done it. Tell us how you did it. I don't know. I was in Quaremont, feel really good. Andreas from the car, he just said, if you can, you just go. I closed the eyes and I just went. I looked down at the top. I had a really good gap. And from the car, Andreas just said, keep on pushing, keep on pushing. And on the Paterberg, I think I didn't lose a lot. And then there were the 14K longest of my life. I knew Sebastian was there protecting me. And Sepp did, guys, Sepp did an amazing job. A champion like him, he worked for us all day. It's just crazy. All the guys, Matty, Sasha, Tom, Taylor, everybody. I think EF is in the front. And we can win also Ronde van Vlaanderen. We are a really good team. And from now on, you should look more in the pink, in the front. Oké, dat is begrepen, Alberto. Tijd voor een analyse, me dunkt. Dag, Michel Wuits. Goedenavond. Ik ga de naam nog eens zeggen. Alberto Bettiol wint de Ronde van Vlaanderen. Dat is voor veel mensen een verrassing. Is dat voor jou ook het geval?
Ja, in dit geval wel. Al moet ik zeggen ook een beetje nee, want ik had hem wel bij mijn outsiders gezet. Waarom? Omdat hij vierde geworden was in het spoor van Van Aert en ook Van Avermaet bijvoorbeeld in de E3 Aarlebeke. Was tweede in de tijd in Tirreno Adriatico. En dan heb je dus wel wat in huis. Hij heeft wel de naam van wat lui te zijn. Niet echt een trainingsbeest. En dat zou veranderd zijn. Hij is op stage geweest in de Hoge Bergen in het zuiden. En is daar blijkbaar met een gunstig gevolg van teruggekomen. In elk geval is hij meer gebeten dan vroeger. In die mate dat zijn ploegmaat, zijn mensen die hem een beetje beter kennen, hem nu al vergelijken met Bettini. Want hij kan een berg op. Hij is ook vrij snel aan de streep. Kan ook een stukje tijdrit neerzetten. Alleen kwam er dat tot dusver nog niet echt uit. Maar nu wint hij wel de Ronde van Vlaanderen. Of het nu een grote naam is, wel, dat zal in de toekomst moeten blijken. Als hij nog mooie overwinningen van dit kaliber neerzet, vind ik zo. Inderdaad, Michel. En Bettiol was achteraf ook enorm dankbaar tegenover zijn ploegmaats, waaronder Sepp van Marke. Welk aandeel heeft onze landgenoot in de zege van Bettiol? Een wonderlijk aandeel, want Van Marke die was eigenlijk afgeschreven voor de finale. Die dacht hier een goede 100, 120 kilometer mee te doen en dan te stoppen in functie van Parijs-Roubaix. En dan gaat hij aanvallen op de tweede. Quaremont gaat mee met een paar andere mensen, zoals dat zijn Van Baarle en die formidabele Asgreen. En zet op die manier Bettiol en ook Langeveld in een zetel. Fungeert daar toch wel heel lang als bliksemafleider. Heeft dan het onderste van zijn krachten naar boven gespit. En met het gevolg dat Bettiol zich rustig kon mee laten drijven. En zijn krachten op zijn beurt kon sparen voor de finale aanval. Die toch echt wel heel sterk was. Heel performant op die oude Quaremont. Een paar reacties binnen de schoot van de ploeg van Education First. En dat zal dan vooral over Bettiol gaan. Van Marke eerst. De eerste, het is Alberto. Geen favoriet vooraf, maar wel iemand waarvan gezegd werd dat hij mee de koers zou maken. De Ronde van Vlaanderen is zijn eerste profzege. Als hij iets doet, doet hij het goed blijkbaar. Ronde van Vlaanderen wegrijden, de Quaremont en dan volhouden op die mannen erachter. Dat is wel een heel strafnummer. Hij heeft een heel sterke laatste 10 kilometer in benen en vliegt bergop als hij goed is. En dat zijn de laatste koersen rijd ik al altijd met hem nu en ja, hij reed gewoon supersterk. Het is zo'n renner dat je, die er niet bij zit, maar dat je achteraf zoiets hebt, denk ik van ja, misschien wel. En misschien is zijn carrière nu wel helemaal gelanceerd. Vorig jaar heeft hij een moeilijk jaar gehad bij BMC, twee keer sleutel mee gebroken. Ja, en dit jaar laat hij zien wat hij in zijn mars heeft. If he have a good day, he's one of the best in very short climbs like we have here in Flanders or Amstel Gold Race. Kan ook goed mee in de bergen wel. Heeft hij toen hij al bij ons reed in de Tour bewezen. Dus de 20 man overschoten zat hij er ook bij. Ja, enorm potentieel en heeft zichzelf nu wel gevonden als renner. Weet wat hij ervoor moet doen. Ja, en dat resulteert zich nu in uitslagen. Eindelijk weer een Italiaan die de ronde wint. Dat was al geleden van Ballan in 2007. Maar misschien kunnen we hem meer vergelijken met een andere Italiaan. Maybe Pizzini back in the days, I don't know. He still have a few years to become Pizzini's level, but this is a start. Yeah, that's a very good start to Flanders. Ja, Michel, als we even uitzoomen naar het hele podium, dan zien we ook daar namen die we daar vooraf niet geplaatst hadden. Casper Asgreen, een Deen, werd tweede en Alexander Christophe derde. Ook dat is allemaal opvallend, denk ik. Ja, dat complete podium was één grote verrassing. Die Casper Asgreen, die heeft eigenlijk de plaats ingenomen van een Gilbert die echt niet goed was. Van een Stibar die wat te wispelturig was. Van een Lampaard die wat te nerveus was. En dan vult hij een rol in als inleider, als pelotonmenner van bij de start. Samen met Tim de Klerk. En dan rijdt hij nog een finale en wordt hij nog tweede. Hoe komt dat wel? Het is van opleiding een tijdrijder. De Deense school is al onbekend voor het laten opgroeien van grote talenten. En daar heeft natuurlijk Patrick Lefevre een neus voor. Maar als je dat allemaal kan, wat hij vandaag doet, dan zou ik daar toch in de toekomst een kopman van maken. En wat Christophe betreft, ja, die heeft al twee monumenten op zak. Die won Milan-San Remo, die won in 2015 hier de Ronde van Vlaanderen. Won nu vorige week Gent-Wevelgem. En in een sprint na 270 kilometer moet je al van goede huizen zijn om hem te vloeren. Dus
laten we zeggen dat de meest normale naam van al die namen die vandaag op het podium staan, toch wel die van Christophe is. Ja, een derde is geëindigd. Oké, Michel, laat ons er nog eens een reactie bij nemen. Iemand die ongetwijfeld baalde na deze koers was Greg Van Avermaat. Alweer niet in de ronde voor de Olympische kampioen. Van Avermaat, vorig jaar nog ploegmaat van Bettiol, was achteraf bijzonder scherp in zijn commentaar. Ik ken hem een beetje van vorig jaar. Het is een groot talent, hè. Maar hij is ook een beetje lui, zou ik durven zeggen. En vorig jaar stond hij een beetje dik, denk ik, bij ons. Nu is er al een paar kilo af en misschien heeft hij de klik gemaakt in zijn hoofd om er eindelijk alles te beginnen verdoen. Maar een talent is het zeker. Anders hadden we hem vorig jaar ook niet in de ploeg gepakt. Ja, Michel, zo hard waren de woorden van Greg nu ook weer niet. Maar lezen we of horen we hier toch vooral ontgoocheling? Ja, ik denk frustratie. Hij wilde absoluut, en zal dat ook volgend jaar nog wel willen, en ook het jaar nadien, zijn lievelingskoers winnen, Greg Van Avermaat, deze Ronde van Vlaanderen. En nu gaat hij toch wel naar een ploegmaat, die Bettiol, die vorig jaar in zijn dienst reed. En die eigenlijk tekortschoot, waar Van Avermaat vaak ging over klagen van God, die levert niks op. En hij moet daar die overwinning aan laten. Dan kan ik wel begrijpen dat hij wat in zak en as zit. Bettiol, die voor hem niks deed, met nu zijn lieveringskoers. Drama. Ja, inderdaad. Drama, klopt. Michel, wat hebben we vandaag ook weer genoten van Mathieu van der Poel? Was hij, op basis van wat we gezien hebben, eigenlijk niet de sterkste man in koers? Wat mij betreft een morele winnaar. Maar wat heb je daaraan als je er gaat bij liggen? Je moet recht blijven om de Ronde van Vlaanderen kunnen te winnen. Maar wat hij doet, die inhalrace na die val in de afdaling naar de Oude Quaremont toe, dat heb ik hier sinds 2012, sinds de ronde. Hier is niemand hem zien voortdoen. Van het onmogelijke, vanuit het ongerijmde terugkomen. Ik hoor die reacties nog van de onboardcamera's in die verschillende auto's van... Hoe rijdt die hier de Oude Quaremont op? Hoe is het mogelijk dat die zo blijft doorstomen? Vandaag had een bladzijde in het wielrennen kunnen omgedraaid worden. Met Van der Poel als winnaar zou de Ronde van Vlaanderen een andere richting uitgegaan zijn. De richting van Mathieu van der Poel. Maar ik denk dat dat slechts uitstel is. Die val, hoe komt dat? Ik denk dat Mathieu van der Poel dat best kan vertellen. Ik zat helemaal rechts in. Ik dacht bij de bloembak wou ik net het randje pakken, maar ja, ik krijg geen ruimte. En ik spring in de bloembak, maar dat was vrij zacht. En mijn wiel breekt gelijk op de volgende stoeprand. En daar heb ik al heel veel geluk dat hij ook niet gelijk doorbreekt, want dan ga ik daar al over kop. En ja, hier was het dus al gebroken en het breekt blijkbaar dus in een putje volledig door en daardoor sla ik hier over kop. Kijk daar in dat putje waar de brandweerslang in kan. Ja, en daar ga ik nog tegen de grond, wat ik niet echt verwachtte. En, ja, het even zeer, maar ja, als hij in de bloembak gelijk doorbreekt, dan had ik hier... Ik denk dat daar al... ja, je bent crosser en kan heel wat met de fiets, maar ik denk dat daar al heel chapeau is dat je hem recht houdt. Ja. Ik was over kop gegaan. Ja, Michel, ik heb het eerder al gezegd, het lijstje van favorieten was lang. Er stonden heel veel namen op, maar ja, Bettiol, die stond er eigenlijk bij niemand op. Was dit nu een gigantische gemiste kans voor de favorieten? Ja, dat mag je rustig stellen. Vooral omdat dit een tijd is van nivellering. De mannen van 3, 34, Gilbert, 36, die zijn aan hun zenit. Misschien hier en daar zelfs al over. Jongeren komen op, komen duwen, Van der Poel, Van Aert. En dan krijg je een brede spreidstand. En dan moet je toch wel kunnen waarmaken, omdat in de toekomst de kansen kleiner worden. Dus een Van Avermaat, een Lampaard, een Stibar vooral ook. Mooie kans weg en hoe vaak krijg je die kansen nog? Hè? Je moet dat maar bijvoorbeeld eens vragen aan Sepp van Marken. Ooit is tweede in Parijs-Roubaix, in zak en as. En toen zei ik tegen Sepp, je gaat hem ooit nog wel eens winnen. Je bent nog maar 24. Hij is nog niet verder gekomen. Ook die kanttekeningen moet je maken bij dit soort beoordelingen. Gemiste kansen komen niet altijd terug. Okay. Maar ik stel voor dat we eens naar een aantal reacties van die geslagenen luisteren. Ja. De laatste keer Quaremont zat ik echt op mijn limiet als Bettiol vertrok. En ja, toen, vanaf toen was het moeilijk en ook op de Paterberg zakte ik er eigenlijk door. Dus in die achtervolging kwam er ook nooit organisatie. Dat is meestal zo, dus ik denk dat de sterkste op het juiste moment vertrokken is. Welk gevoel overheerst nu bij jou? Oh ja, ik denk dat de sterkste gewonnen heeft. Hè. Als je op die moment niet kunt volgen, moet je ook niet zeggen dat je de beste van de koers bent. Ik was bij de betere terug, maar niet de beste. Ik blijf zeker op mijn niveau, maar ik had wel iets meer verwachten van mijn sprint zelf. Maar ik heb wel veel gegeven onderweg eigenlijk. Ik dacht dat Stibar wat beter was.
En Bob. Maar ja, uiteindelijk zet ik overal waar het moest zitten en los het niet. Uiteindelijk maar wel in mijn sprint ben ik niet zo content van. Ik denk dat we wel een goede koers hebben hier met de ploeg. Spijt genoeg geen beter resultaat. Maar we hebben ons laten zien. Just achter de muur was misschien een iets slechtere situatie voor ons. Maar dat is een mooie rechtgezet geweest. Dus ja, ik denk dat we trots moeten zijn op de manier dat we gekoest hebben. Maar ja, spijtig dat het niet beter is. For sure, I'm not like, I don't know, 3 years ago. But still, my campaign here in Belgium and the next classics are coming. Then I'm very confident and I can get better. Because I lose a lot when I was sick in Sierra Nevada. And then I think it's coming. But we will see. Dit is 100 kilometer zo van en dan vanaf dan echt tussen de kader hangen dat niet schoon is. Doorbronchitis is dus. Je hebt echt de gevolgen gevoeld dan, concludeer ik. Ja, of doorbronchitis of door die antibiotica, ik weet dat niet. Ik ben ook geen dokter, maar ik heb echt heel nacht liggen sterven. Ik had niet gedacht dat ik bij deze 10 ging finishen. Ah ja, dus dit geeft jou moed voor Paris-Roubaix? Ja, dus dan, morgen maak ik stop met antibiotica en dan hoop ik dat ik terug een beetje de forse terugvind. Oké, dan vul ik nu mijn pronostiek in. Dat is goed, doe maar. Ja, en altijd goed lachen, Oliver Naassen, maar toch teleurstelling alom. Maar zoals het gaat met de ronde, volgende week is er al een nieuwe kans, Michel, met Parijs-Roubaix. Hoe zie jij de kaarten liggen na vandaag? Wel, een opluchting voor zij die hopen te winnen is dat Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix niet rijdt. Die kan hij nu al winnen, geloof me. Maar hij start dus niet vanwege de Amstel Gold Race. Ik verneem ook dat Betty Jol niet zou starten. Dat kan nog wel veranderen in de flow van de Ronde van Vlaanderen. Maar dan heb je de betere twee van de Ronde van Vlaanderen niet aan de start. Dan kom je bij Naassen, Greg van Avermaat, Van Aert. Van Marken zal hopelijk tegen dan volkomen in orde zijn en echt als kopman uitgespeeld worden. En dan van de buitenlanders. Sagan zie ik echt wel groeien. Dat deed hij vorig jaar ook. Zijn groei is precies zoals die van vorig jaar. Exact dezelfde. Stibar heeft ook altijd goede benen in Parijs-Roubaix. En wie weet is Terpstra ook dan weer bij zijn positieve. En dan krijg je toch weer een aantrekkelijk veld om Parijs-Roubaix flitsend te kruiden. Nou, we kijken er nu al naar uit. Michel Wuits, dankjewel voor jouw tijd en analyse. Goedenavond en welkom bij Sportweekend, de allerlaatste grote klassieke afspraak van het seizoen. Dat was de ronde vandaag en dat beseften ze in het peloton maar al te goed. Van Aert, Van der Poel, de favorieten hadden nog één kans op een dikke, vette vis. De start was zoals gewoonlijk in Antwerpen, maar uitzonderlijk dus wel zonder volk, zonder publiek. Het is wennen voor iedereen, ook voor de renners. Eerst nog even de temperatuur meten. En wie niet ziek is, mag dan naar de Schelde voor het startschot. Burgemeester Bart De Wever mag dat startschot geven. Voilà, en dan trekt het peloton zich op gang voor 244 kilometer. 6 mannen kiezen voor de vroege vlucht. Daarbij zitten 3 Belgen. Gijs van Hoeken, Fabio van den Bossen en Dimitri Pijskes. Ook de Oostenrijker Mühlberger is mee en die heeft wat aan de hand. Of aan het stuur. Kijk maar. Iets met sluikstorten en karma en kan gelukkig wel opnieuw aansluiten, die Oostenrijker. In het peloton controleren de mannen van de favorieten. Dit is de eerste passage op de Oude Quaremont. Het is ongezien, maar er staat gewoon niemand. Welkom bij de Ronde van Vlaanderen, de corona-editie. Alles lijkt rustig, maar kijk goed, Wout van Aert duikt plots in de gracht. Hij kan gelukkig wel verder. En koersen in Vlaanderen, ja, dat blijft een nerveus gedoe. Stuyven glijdt hier onderuit. En een beetje later maakt ook Van Marken kennis met de grond. Allemaal zonder al te veel erg. En wanneer dan de laatste trein gepasseerd is, kan de finale echt beginnen. Oude Quaremont, nog 55 kilometer. Opgelet, hier gaat zwaar geschift worden. De verwachtingen zijn hoog, want hier ontploft de ronde normaal altijd. En alle grote namen zitten ook op de eerste rij. Maar vanuit de volgwagen vragen ze Alaphilippe om nog even te wachten. Don't get too enthusiastic. Just use your brains, hè? Maar er komen wel scheurtjes. Voor sommigen gaat het daar al te snel. Dit is Kuhn. Oh, op de Paterberg ziet het peloton de vroege vluchters rijden. Maar ook hier nog geen aanvallen.
In het tussenstuk richting Koppenberg merk je aan het koersgedrag dat er toch iets gaat gebeuren. Hier Van Aert ziet wat bleekjes, vind ik. Hier Christophe. Dat is hier Van Marken. Dat is Colbrelli. En het is de wereldkampioen die de eerste bom gooit. En dan laten we niet met een tussensprintje. Yo. Hallo. Ja, Andersson. En dan is het al een beetje skarten. Julien Alaphilippe heeft superbenen en rijdt plots samen met Turgy op kop. Van Aert, Van der Poel, Naassen en Bettiol voelen het gevaar en komen met nog een groep van 20 andere renners aansluiten. Maar we missen de winnaar van Gent-Wevelgem. Dat is Mats Pedersen, hè? Ja. Langzaam ging het licht uit in de zaal. Nog 39 kilometer te gaan. Ja, geeft er nog eens nog aan en Van der Poel volgt. Oh, ja, klasse drijft er van af, hè. Meerijden, niet meerijden, meerijden. Natuurlijk, en Van Aert wil ook graag mee. Op de Taaienberg dicht hij de bres. Op karakter. Wonderwerk in de maak. Schrijf het maar op. En de grote drie vinden elkaar ook. Daarachter wil Bettiol het gat dichten, maar de ploegmaats van Alaphilippe stoppen af. Perfect plan, tot dit gebeurt. Valt Alaphilippe en die blijft op zijn buik liggen. En dan zijn de twee Kempanen nog met z'n twee. Daar ligt hij te kronkelen van miserie. De man die de beste indrukken naliet in deze wedstrijd tot dusver. Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen ligt hij dan plat op zijn buik. Alaphilippe ziet de motorrijder niet en knalt er keihard tegenaan. Zijn eerste ronde eindigt hier met een gebroken rechterhand. Vooraan blijven Van Aert en Van der Poel dus over. Ze werken goed samen en fietsen al snel een minuut bij elkaar. Geen demarages op de laatste keer oude Quaremont, maar misschien wel op de laatste helling van de dag, de Paterberg. En avant. Het feest kan beginnen. Hier komt nu de karwei. Hier is de kans op plooien groot. Plooien? Ja, misschien. Maar breken niet. Geen die de ander een meter wil gunnen. Of ze kunnen niet, of ze willen niet alleen. Daarachter zoekt Oliver Naassen de derde plek, maar hij krijgt Van Marken en andere Christophs niet los. Vooraan is het nu zo snel mogelijk naar Oudenaarde, waar de twee gaan sprinten voor de ronde. Mathieu van der Poel of Wout van Aert. Ze hebben genoeg voorsprong om het tactisch te spelen. Opkijken, oppassen en niet te lang meer wachten. Want we zijn op 200 meter. Nee, nog 200 meter. Ik zal beginnen. En dan heeft hem heel goed opgevangen. En dan Van Aert erop en erover. Gaat Van Aert erop en erover. De tweestrijd. En wie houdt er het langst vol? Wie komt? Is het Van der Poel of is het Van Aert? Het is. Ik weet het niet. Van der Poel weet het ook niet. En dan komt het goede nieuws. Dolle vreugde in het Nederlandse kamp, ontgoocheling in het Belgische kamp. Het gaat om centimeters. De jump van Wout van Aert komt net te laat. Wat een finale, wat een ronde van Vlaanderen. Alexander Christophe mag mee op het podium als derde. Ja, Michel Wuits hier ondertussen bij mij in de studio. Michel, je zei het zelf, wat een finale, wat een ronde van Vlaanderen. En dat was het voor mij. Het sportbeeld van het jaar... De ontlading bij Van der Poel, fiets in de lucht. En of het nu Mathieu of Wout was, een gedroomde winnaar hebben we sowieso gekregen. Wat denk jij? Het was eigenlijk jammer dat er een winnaar moest zijn. Maar hoe dan ook, het werd een droom van een winnaar. Van der Poel is een absolute wereldtopper. Niet alleen in de weg, ook in het veld en ook in het mountainbiken. Ik zie geen andere op het niveau in de breedte van Van der Poel. Maar inderdaad jammer dat diegene die voor tal van supporters in Vlaanderen had moeten winnen, dat hij een goede 7-8 centimeter tekort komt. Inderdaad. Maar ik heb een droomfinale meegemaakt. Top 3 in 30 jaar commentaar geven op de Ronde van Vlaanderen. Dat wil wat zeggen. We gaan ze hier eens bijhalen. Eens kijken of eens luisteren naar de reacties van de twee tenoren, naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert. We hebben hen gesproken na, maar ook voor de koers. Wie vrees je het meest op die Paterberg bijvoorbeeld? Is dat dan eerder een Alaphilippe of toch Van der Poel? Ja, ik denk Van der Poel. Je zei vorige week na Gent-Wevelgem, Wout van Aert die is nog misschien een tikkeltje beter in die finale. Kan dat weggewerkt zijn op 1 week tijd? Ja, denk ik wel. Ik hoop dat ik vandaag een superdag heb, maar dat hoopt iedereen. Je voelt het al bij de start. Het niveau van de twee tenoren ligt erg dicht bij elkaar. Ook op de Paterberg blijven ze in elkaar zog. Kon daar de ene de andere lossen.
Als ik naar mijn wattage kijk, was het overal boven 500. Dus ik denk dat iedereen, dat we allebei ja, een beetje bang hadden om te demareren. En... Dat metertje helpt de impulsen te bedwingen. Ja, ik denk dat voor allebei hard genoeg ging. En ik zei het lijkt zo soms niet, maar ja, Quarmont en Pater was echt wel duwen. En ja, ik denk dat we allebei gewoon wel op de limiet zaten. Ook onderweg dus even goed. En in de sprint scheelt het uiteindelijk ook maar enkele centimeters. Het verschil tussen hemel en hel. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben echt zwakeloos. Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden om Wout te kloppen. En ik heb alles perfect gedaan. Ja, ik denk dat ik die sprint nog wel een paar keer opnieuw ga rijden. Zeker vannacht als ik in slaap probeer te vatten. Maar ja, ik denk, ik heb gekoerst zoals ik graag koers. En ja, ik kan nu niet direct heel grote fouten van mezelf bedenken. Dus ik denk dat Mathieu gewoon een heel klein beetje sterker was. Ja, dat is heel eerlijk van Wout van Aert, Michel. Maar het is geen toeval dat we al een hele week zeggen zij zijn favoriet, dat ze het dan vandaag ook onder hun tweetjes uitvechten. Is dit nu de ultieme manifestatie van de nieuwe generatie? Zonder meer, volkomen. Okay. Daar heb je twee renners, er ook Alaphilippe bij, van de tussengeneratie. Die spelen wat mij betreft in de Champions League, terwijl de anderen een stuk of 12 mogen meedoen in de Premier League. Dat is al een tekenend beeld, vind ik. Ja. Maar er zijn er nog, Pogacar is gekomen op een nog lastiger domein, dat van de Ronde van Frankrijk. Ik verwijs naar Hirschi, ik verwijs naar Carl Andersen. In de breedte pakken mannen over. En zeer interessant, die doen niet aan hyperspecialisatie. Die bestrijken het hele domein, vooral deze twee van der Poel en van Aert. Is dat eigenlijk, hè? À la Merckx, ja. À la de Vlaming en Milan San Remo erbij pakken en Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en ook in Luik, daarna gelijk in de Amstel Gold Race kunnen ze allemaal. Stop. Dat is toe te juichen. Ja. Marketinggewijs is dat zeer interessant ook. Hè. Altijd aanwezig, altijd in de picture. Maar het had ook anders kunnen zijn. Hè. Michel, die finale, Julien Alaphilippe had brute pech. Hij viel letterlijk weg. Het zijn geen fraaie beelden, maar we gaan ze er toch nog eens bij halen. En vooral ook de scherpe reactie, of wat had u gedacht? Van teammanager Patrick Lefevre. Een kermende Julien Alaphilippe op 35 kilometer van de aankomst. Bij zijn val heeft hij twee beentjes in zijn hand gebroken. Zijn ploegleider Patrick Lefevre legt de schuld volledig bij de twee motoren. Ik heb altijd de naam dat ik te kritisch ben, maar een renner zoekt altijd de kortste weg. En waarschijnlijk heeft de motor van Shimano de opdracht gekregen van de president van de jury om zich achter de koplopers te gaan nestelen, zal ik maar zeggen. En die motor van de bond, ja, maar respect, maar die heeft daar niks te zoeken. Hè. Eigenlijk moeten die motors aan de buitenkant zitten, want het was een lichte bocht naar rechts. Vlak voor de botsing zien we Alaphilippe nog communiceren met de volgwagen. Is het misschien ook een moment van onoplettendheid? Well, onoplettendheid, ik ben er niet 100% mee akkoord, want Mathieu zat er ook bijna op. En die was niet in de radio aan het spreken. Dus als de eerste ontwijkt, de tweede ontwijkt, de derde, dan zit ik er aan moeilijker. Dus ze hadden gewoon niks te zoeken. Bondsvoorzitter Tom van Damme deelt die mening. De weg moet vrij zijn en motors mogen daar op dat moment niet zijn. Maar ik zou niet zeggen dat het die of die moto is. Ik denk dat in dit geval de moto van de neutrale dienst eigenlijk wel de andere moto ophoudt. Is dit iets wat jullie nu nabespreken? Komt er nog een evaluatie? Uiteraard. Het wordt bekeken samen met de jury. Wordt ook bekeken samen met de ICI. En als er maatregelen moeten genomen worden, dan zal dat zeker gedaan worden. Maar wat vooral het spijtige is, is dat we een schitterende finale met drie eigenlijk ontnomen geweest zijn. En dat is het belangrijkste. Ja, de motorrijders hebben boter op het hoofd. Dat is een beetje de conclusie. Volg jij hen of breng jij toch wat nuance? Graag wat nuance. Het is wat te makkelijk om met de vinger te wijzen. Je kent de beginsituatie niet. Was er überhaupt een mogelijkheid geweest op die smalle weg na draaien en keren om naar links uit te wijken? En nu handelen ze uit voorzichtigheid. Ze staan niet stil. Ze gaan wat stiller rijden. En bij wijze van spreken gaan ze de renners inviteren om te ontwijken. De eerste doet dat. De renners hebben ook de reflex om naar dat wiel van die motor te glippen, om toch nog wat in dat zocht te profiteren en dan door te gaan. De tweede heeft het al moeilijk, Van der Poel, en hij knalt er dan vol tegenaan. Dus het lijkt me vooral belangrijk om te beseffen waar gaat het erover. Het gaat erom dat die neutrale motor dat die zijn werk moet doen, dat die achter renners moet gaan zitten als die lek rijden om onmiddellijke steun te verlenen. Dus die moest achter dat drietal kruipen en wilde dat zo snel mogelijk doen. Dus er is gehandeld met, laten we zeggen, uit goede wil. Ja,
Dat is waar. En dan is het toch wel een beetje te makkelijk om met de vinger te wijzen. Okay. Voilà. Maar goed, als men dat uitzoekt, dan komt men wel tot een consensus, denk ik. Wat belangrijk is, vind ik, dat is dat voor de veiligheid dat ook deze neutrale motoren en bondsmotoren, dat die uitgerust worden met een signalisatie, met een zwaailamp, en dat die ook toeteren. Ja. Lawaai wekt aandacht. Ja, doet ongevallen vermijden. Niet alle ongevallen. Want dit soort situaties, dat doet zich 50 keer in een koers voor. Ja, dat is waar. De net niet botsingen. Oké, Michel, laatste vraag. Op de pannen na en de Vuelta na zit het seizoen er eigenlijk voor veel renners zo goed als op. Wat onthoud jij nu van dit gekke, uitzonderlijke seizoen? Het enorme niveau. De hoogconjunctuur en de ontbolstering van Van Aert als een absoluut topper. Op domeinen waar we in geen jaren mee gedaan hebben. Ik denk in de eerste plaats aan Milan-San Remo. Een knotsgek einde van de Ronde van Frankrijk met een jongeling, met Pogacar. Hirschi, van wie ik hoop dat hij over een paar jaar ook bij ons komt meevechten, want dat zal hij wel kunnen. En dan de bevestiging, wat zich vorig jaar al aanbood, de tweestrijd tussen de mannen die van de cross komen. Het is niet langer goed om schamper te doen over de cyclocross. Nee. Dat hebben zij vandaag bewezen, Michel Wuits. Het zijn wel uitzonderlijke talenten, hè? Dat wel. Dat wel. Once in a generation. Dankjewel, Michel Wuits. Ik zou zeggen, blijf nog gerust even hangen.